Maar ik zei tegen hem: Ja, Jandino, ik ben nog niet klaar. Dus heel die zaal plat, Jandino plat. Sorry! En ging hij weg met die band. In deze aflevering praat ik met Max van den Burg, cabaretier. Max won in 2008 de publieksprijs op het Cabarettenfestival. En hij speelt sindsdien op allerlei comedy nights. En hij toert met eigen avondvullende voorstellingen. Hij acteerde ook in allerlei reclames, in theater- en tv-producties en verschillende films. Misschien ken je Max beter als zanger Barry van New Kids. Tegenwoordig is Max ook bekend om zijn geweldige imitaties van BB vol liefde deelnemers. En hij maakt daar samen met zijn vrouw zelfs een podcast over. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Max van den Burg. Ik, ik weet van jou vooral dat je al een hele lange carrière achter de rug hebt. Door... Nee, dat is in goede zin. <laughs> nee, nou, ik ben al op veel plekken geweest. Ja, dat klopt wel. Ja. Precies. En, en, en ik weet dat jij kameretten hebt gewonnen ja, ik in... heb de publieksprijs gewonnen in 2008 op Ja. Dus dat is inmiddels ook al, uh, dat is ook al uh, 15 uh, jaar en, uh, lang en lang, uitvoerig dus getoerd 16... met solo shows Ja. ja ik, heb al, ik zit nu met, met mijn zevende programma Dus dat is, uh, dat is best wel veel. Ja, dat is ja. eigenlijk mijn veertiende... Solo-seizoen dus. Wauw. Ja, ja. En hebben we het niet over wat daarvoor dan allemaal is gebeurd. Hè? Laat, uh, laten we daar eens even beginnen. Oh ja. wat, wat, is, wat is daarvoor gebeurd? <laughs> wat is daarvoor gebeurd? Walter? Ach man, ik weet niet waar ik moet beginnen <laughs> Het is echt zo ras. <laughs> ik weet dat ik dit allemaal moet vertellen. Want... Nee, uh, nou ja, kijk, ik, ik heb natuurlijk wel ik heb toneelschool gedaan hè? ooit. Ik ben ooit uh, in Maastricht heb ik gestudeerd. Dus ik, dus ik had al wel, ik, ik ben ooit bij studententoneel begonnen. En toen ben ik uiteindelijk, ben ik via mijn studie, na mijn studie ben ik echt naar de toneelschool Maastricht gegaan. Ja. En daarna kwam ik bij kleine gezelschapjes terecht, waar ik, want ik wilde acteur zijn. Dus ik dacht dat ik acteur was. Maar ik en ben... en, en even, was toen ook echt de droom acteur of ook als stiekem acteur, acteur en dan kan nee, Iedereen zei altijd, jij moet cabaretier worden. Ik zei, nee, nee, ik wil acteur worden. Want dat, dat had ik gewoon in mijn hoofd. Daar zit op. nog meer geld. Daar <laughs> zit nog meer geld. Nog <laughs> mijn lekkere wijven. <laughs> Nee, maar ik dacht, ik dacht echt wel dat dat, dat dat voor mij was of zo. Ik ben, ook wel, ik ben ook wel een beetje een acterende cabaretier, zou je kunnen zeggen. Maar, maar toen ben ik dat gaan doen met al die groepjes en zo. Op pad. En uh, uh, heb je het over gesubsidieerde gezelschappen die in kleine zalen. We hebben van die obscure groepen. En, uh, maar ik vond het altijd leuker eigenlijk om in de bus grappen te maken. In plaats van echt die scènes van zo'n stuk op zo'n toneel. Ik vond, eigenlijk allemaal, ik vond het allemaal niks. Wat, wat is, wat is een, een rol die je ooit hebt gespeeld waar, waar je nu aan terugdenkt? Dat je denkt: oh, wat ben ik blij dat ik nu gewoon Pff. mijn eigen ding doe? Dan dat ik. Nou, we hadden ooit een stuk daarbij, uh, dat, dat was dan Ora et Labora, van, uh, dat is een heel oud stuk van, de, hoe heet het, Herman Heijermans, van op, op, op Hoop van Zegen en zo. En dat hadden we dan in een moderne jasje gedaan en dan speelden we er ook mee op Oerol. En daarbij moest ik dan... Maar de, de regisseur Arie, Arie de Mol, een hele, hele aardige vent, heb ik hele leuke herinneringen aan. Maar die uh, wilde dan wel dat we, uh, voordat we opgingen, moesten we een emmer water over onze winterkleding. Hadden we van die ouderwetse winterkleding aan en dan kwamen we op van die botjes. We had, hadden altijd een soort zelgen, kwamen we dan schaatsend op, maar helemaal nat. Dus, en dan moesten we dan ook midden in de zomer spelen, op oerhond. Het was 35 graden, in winterkleren, stond je dan buiten zo klaar, weet je wel, in zo'n weiland. En dan moest je echt letterlijk een emmer water over je heen gooien, en dan moest je op. En dat dan zo drie, vier keer in een stuk, hè. Want dan was je had je scène, dan moest je weer af. Uh, en ik moet wel zeggen, het was echt een leuk stuk, maar er zijn wel van die momenten die je denkt van, oh my god, weet je wel, van, ja... Wil ik dit wel echt of zo? Uh, <laughs> maar ik, wa, ik was ook gewoon niet zo goed. Dus, ik, dus, ik dan, dus dan had ik andere acteurs die waren veel beter. Die, die, waren ook, die hadden zoveel zelfvertrouwen en zo. Die, die, terwijl ik, ik was altijd toch van ja, ja, maar ik vind het publiek moet lachen of zo. Ik, dan had je zo'n toneelstuk en dan wist je naar de hand: dat was dan altijd de première. Mm -hmm. nou, en dan zat iedereen zo te kijken de hele tijd. Zo. Ja, jij weet als jij, als jij een hele verstandige nadenkblikken, ja, hele verstandige toneelblikken. Maar als jij, jij weet, net zoals ik, als jij als jij comedy doet... voor kabaret doet de mensen zitten heel zo te kijken, dan heb je een probleem. Ja, en als jij dan dan weet, dan weet je wat mensen ervan vinden, want er is gewoon niet gelachen, er is gewoon is geen misverstand over mogelijk, Het is gewoon niet goed. Was het kan ook aan het publiek soms zeggen, maar, maar bij het toneel, dan kwam je dan de was het première en dan sprak je daarna mensen en dan hadden ze het heel zo gekeken. En dan wist je nog niet wat vonden mensen er nou van, ja. en dat vond ik zo irritant. Ik wilde echt gewoon. Dus ik vond vooral comedy-scènes dan leuk. Nou ja, dat dat was wel. Dat is niet het ergste. Wat, wat is het ergste wat ik heb gedaan? Ja, nou op toneel was dat wel het zwaarste. Of ja. Zo, ik het zo ik moet zeggen. Voorstellen. Maar toen mocht ik op een gegeven moment de kindervoorstelling spelen met een heel orkest, filmorkest, Max oh, uit Amsterdam. En die maakte dan voorstellingen met zo'n orkest en één verteller, één acteur. Hans Dagenlat heeft het een keer gedaan. Uh, Frank Groothof of René Groothof, die twee had ik altijd door elkaar. En ik mocht dat dan doen, en toen mocht ik alle rollen van dat stuk spelen, een verhaal van Toon Tellegen, die over een jongetje die in zijn gedachten, in zijn fantasie met zijn dode opa naar Rusland gaat, waar die vandaan kwam. En ik mocht het tsaar spelen, en ik mocht al, al die personages mocht ik er maar eentje op dat podium doen. En soms wel voor duizend kinderen We hebben echt in Vredeburg gestaan, het concertgebouw, uh, nieuwe Lamar. En toen ik dat deed, dacht ik, ja, dit vind ik veel graver. Gewoon geen andere acteurs ja. op het podium, ik alleen. Laat mij maar al die personages doen. Oh, voor duizend kinderen, dat is, duizend kinderen is soms heftig, denk ik. Ja, dat is heel heftig, ja. Maar dus dus daar ben je, dan dan je steeds beter in, hè. Dus op een gegeven moment, dan, uh, als ze dan even niet luisterden of zo... als er even rumoer was, dan dacht ik, ik speel gewoon rustig door. Ging je juist zachter spelen. En dan trok je ze toch alweer met sommige scènes erbij. En, uh, maar toen, toen, dat was echt al... dan heb ik volgens mij een, heb ik drie jaar lang die voorstelling gespeeld. Ook voor de Russische ambassadeur en allemaal, allemaal hele mooie plekken. En toen dacht ik, ja, ik wil solo op het podium staan. Dus toen kwam het terug dat iedereen altijd zei... maar jij moet gewoon cabaret doen. Dus van, Ja, nee, maar ik wil acteur zijn, weet je wel. Dacht ik, ja, maar misschien... Cabaret is wel een manier natuurlijk om... Uh... Om dat alleen te kunnen doen. Want mm -hmm. ik vond het, wat ik ook heel vervelend vond. Om we toch toch bezig. Zijn. Nee, was dan, dan: ging je met die acteurs. En, en dat waren, dan had je van die oudere acteurs. En die namen dan de beste plek in de kleedkamer. Eh, en dan zat je daar met negen man in, in kleine zalenkleedkamers. Waar wij nu af en toe alleen staan. En dan zat je. En dan stond je in een hoekje zo jezelf. Je zo zo je bij de prullenbak stond ik dan mezelf. zo. Want ik was dan jong. En eh, ja, ik vond, ja, toen dacht ik: ja, ik wil toch wel iets meer dan dit of zo, weet je wel. Maar goed, toen ben ik dus cabaret gaan doen. En. Ja, dan kom je meteen bij die allereerste ervaringen die, die echt verschrikkelijk waren. Ik weet nog dat mijn allereerste keer dat ik het podium op ging was in het Werftheater in Utrecht. Ja. En het was een voorronde van. Vaste luisteraars uh... nemen nu een slok omdat ze het Elektra Podcast drinkspel. Oh, wat is dat dan? Nou, is nee, dat... Nee, ik weet niet of mensen dat. Oh. <laughs> nee, het Werftheater komt vaker voorbij. Oeh. Iconische plek, een heel leuk theater. Ontzettend leuk theater. Om, Aan... om even te try out, helemaal in het begin ja, van je tour, ja, hè? Ja. helemaal in het begin. Ja. Maar goed, maar dat, is, dat was jouw eerste. genoemd, ja, ja, ik kan me wel voorstellen. Je zou met de Turf hoe vaak dat. Nou ja, Daar heeft, heeft, heeft ook alles van om in jouw podcast te zitten over de meest treurige theaters. Omdat het een hele leuke plek het is, een heel leuk publiek. Maar je komt dan al binnen in, die, in, die, in dat gekke halletje. Er zit zo'n oude pop achter een piano. Is die ja. ook al genoemd? Die pop die er altijd zit. Er zit zo'n oude. Volgens mij een hoed. Ja, dat is dan zo neergezet zo. En dan heb je achterin een kleedkamer die, waar je dus op een soort stoof moet. Dat er <laughs> is geen stroom met water En die gaan dan altijd in die tuin pissen. Ben ik heel eerlijk in. Dan zit achter de tuin. Die op, ga ik in die tuin. Nou, maar goed, werft hij uit? Sorry, Wout. Sorry, ik, ga, ik ga van harte. Maar, maar, ja, ik, ik, ik heb van de week nog met iemand gehad over het feit dat er achter in de kleedkamer alleen de emmer met een laagje bleek staat. Inmiddels is er ooit van een toneelstuk een troon achtergebleven. Klopt. En die hebben ze er nu overheen gezet. Ja, ik weet het. Ik stond daar nog maanden uh, maand of vijf geleden of zo. Ja, ja. Oh, man. Maar volgens mij elke mannelijke cabaretier in Nederland... en iedereen heeft er gestaan. Dat is ook een toffe, want ze bieden kans ja, aan iedereen. iedereen dus dat is fantastisch. Een hele fijne plek. Maar iedereen die ook maar op een manier staand kan pissen... heeft volgens mij achter in de binnentuin thuis te pissen. Ja, dat moet wel. Ja, je, je gaat toch niet op zo'n stoof zitten? Ja, Patrick Stoof misschien. Dat is flauw, hè? hele flauwe grap. <laughs> Heb je zo, die ook al gehad? Nee, ik dacht, ik, dacht, ik dacht, zo zou zijn nodig hebben vragen. <laughs> ja, Patrick Stoof Een ja. vraagje vraag je: "Heb jij toevallig maar goed, Nee, maar dat was jaar, daar eerste show. Maar nog steeds ik ga er nog steeds met heel veel plezier ja. try -out, Want Als ja. je in het begin van zo'n tour staat, is het heel fijn. in dat het publiek vergeeft veel, heel enthousiast publiek. <laughs> maar goed, ik, ik, ik ging. Uh, ik dacht, nou, ja, ik wil cabaret gaan doen. Maar hoe doe je dat dan? Nou ja, dat was in 2003. Toen ben ik mee gaan doen met het AKF. En er werd toen van... één keer was de voorronde ook in Utrecht. weet ja, ik het Amsterdamskleinkunstfestival was. Amsterdam's en dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Hè? Ik had nooit meteen met een Amsterdam. Je moet gewoon naar een open podium gaan. In een comedy café of proberen eens. Maar wist jij überhaupt dat dat nee. soort plekken er waren? Of was nee, gewoon wist, nee, dit is een festival kreeg, me aan, dan mag ik spelen. Nou, ik was wel eens dat comedycafé in Amsterdam geweest, op het Max Eeuwenplein. Uh, en toen dacht ik, dat kan ik ook. Maar op de een of andere manier, ik weet niet waarom ik dat gedaan heb. Toen ben ik toch meegenomen met die voorronde. En ik wist, ik wist echt niet wat ik moest gaan doen. Dus ik had al best wel wat podiumervaring met die jeugdvoorstelling. Ja. Dus ik dacht, nou ja. Ja, ik, ik kan Frans Bauer imiteren. Uh, laat ik Frans Bauer imiteren. La, la, dat is een stukje. En, en laat ik een nummer van de Beatles had ik dan iets van gemaakt. Waar mijn gitaar Gently Whips terwijl ik een de piemel speel over masturberen. En dit allemaal nogmaals bij het Amsterdamse Kleinkunst. Kleinkunst. Ja, en, Wouter, ja, maar dan komt het. <laughs> en ik dacht, ik, ik, doe, ik, ik, ik bespot kleinkunst. Dus ik had een heel klein standbeeldje meegenomen als zijnde kleinkunst. Daar wilde ik dan zo'n act van maken. Nou, kortom, alles was aanwezig om een zalige optreden uh, te gaan hebben. En, uh, ja, ik was stik zenuwachtig, dat weet ik nog wel. Want dan zit je daarachter en ik was toen met... Uh, zat toen in die voorronde zat die, die, die Belgische jongen. Uh, niet Wim Hels, maar daarna had je ook zo'n jongen die een tijdje best wel goed deed. Die kwam met zo'n grote discobal op zijn hoofd op. Weet je wie ik bedoel? disco ja, discobal op zijn hoofd? Ja, hoofdje. dat was een Belgische jongen. Hij heeft het een tijdje ook heel goed gedaan, ja. Zou moeten opzoeken, niet Wim Helzen of zo hoor, maar die, die was al heel ver, zeg maar. En die was hartstikke goed, dus die ging dan voor mij, die was goed. Er gingen wat comedies voor maar die was goed. En ik had nog nooit comedy gedaan, dus, dus, dus toen kwam ik op en uh, ik had wel een energieke opkomst of zo, dat wel. Dus had ik ze heel even mee. En De jury zat daar op de eerste rij met uh, en de presentator was Robert-Jan Proos. Ken je die nog? Ja, ja. Proos. ja, die presenteerde het en uh, ja, en al na één minuut ging het helemaal mis in die zin dat wat ik deed ik had geen idee wat ik daar aan doen was ik, ik, ik stond er dat was volgens mij het eerste wat ik moest doen ik moest er gaan staan en dan maar denken Frans Bauer dat ging dan nog wel maar ja ik had helemaal geen tekst ik deed het gewoon allemaal improviseren dat was allemaal improvisatie want ik, ik kan nooit dingen echt heel goed verzinnen dus ik moet dan er maar gaan staan en dan maar een soort van gevecht aangaan en dan kijk ik wel of ik overleef of wat er overleeft nou. ja nou, er overleefde heel weinig, kan ik je zeggen. Wat een, een prima tactiek kan zijn ja. voor een show, maar niet voor de auditie voor een festival. Niet voor de auditie van het Kleinkunstfestival. Dus, dus al vrij snel zat de jury mij zo aan te kijken. En ik dacht dat het Robert Jan Proos, die zat echt zo op een gegeven moment. Zo, die zat zo op die eerste Zo <laughs> Nee, knikken, er, een vermoeide even, blik. Vingers zo bij die neus, dit zo. <laughs> vingers boven aan de neus de ogen dicht te knikken. En uh, toen dacht ik, ja, er gaat iets niet goed uh, hier. <laughs> um, en ja, dan ga je nog meer ballen in de lucht proberen te houden met nog meer onzin. En uh, nou, uiteindelijk, ik, volgens mij had ik iets van zes minuten. Uiteindelijk, na vier minuten ging er al een soort gong. Werd ik eigenlijk al afgegonkt. En uh, dat was het, mocht ik vertrekken. En. Uh, ja, dat was natuurlijk totale maar, teleurstelling. Maar even, dan mag je vertrekken bij het Werftheater. Ja, de kleedkamer is... Maar ging je achter naar de kleedkamer of de zaal uit? Nee, naar de kleedkamer. Dus gewoon daar weer zitten. Ja, want wachten die zit achter het podium. Je kan er niet uit. Je, je, je kan er niet, niet uit. Je moet wachten tot, tot iedereen klaar is. En dan moet je dus door het publiek, als het dat er dan nog is. Moet je door die, hè, moet je de walk of shame, moet je dan zo... <laughs> maar toen kwam, ik daar, toen kwam ik terug in dat halletje waar die gekke pop zit. Uh, die piano pop, <laughs> ja, zeg maar. In <laughs> 1980 <laughs> of zo. En toen was daar een, een programmeur van het theater. En die was wel heel vriendelijk. Want ik bleef daar toch even hangen of zo. Met mijn ziel onder mijn arm. Want ik dacht, ja, dat was dan mijn cabaretcarrière. En die zei, ja, weet je... Uh, ja, je opkomst vond ik wel heel goed. Zei hij. Je had een hele energieke, goede opkomst. En... Um, en hij zei, wat jij moet doen, je, je moet gewoon met kleinere, uh, kleinere festivals moet je gewoon maar eens meegenomen. Of ga open. Die gaf mij advies. Want ik ken alleen maar acteurs. Ik ken helemaal geen cabochees of comedians. Hij gaf me advies. Ga gewoon eens open podia doen. En uh, ga dan kijken of je aan zo'n klein festival ja. mee kan doen. Nou. Ik heb drie jaar lang helemaal niks met cabaret gedaan na die ervaring. Omdat ik dacht van, ja, dit, dit was zo verschrikkelijk. Dat ik uh, toch maar terug naar dat acteren ben gegaan. Weet je wel, toch maar weer zo. En begon ik ook veel tv-commercials te doen. Dus. Maar het bleef wel, uh, bleef wel knagen. Dus maar ik heb wel goed naar zijn advies geluisterd. Van oké, okay, dus, die, dus die energie moet ik altijd wel een beetje hebben. Of in ieder geval, zou je ja. beginnen. Laat, laat, laat er een soort... en, zo, en toch ben ik, heb ik dat toch. Ja, dat was een heel goed advies. En toen ben ik in 2007, ben ik met het Camus Kleinkunstfestival in het Veurtheater. Een ja. klein festival was dat, waar gewoon beginnende cabochies uh, uh, mee gaan doen. Ik stond toevallig zaterdag nog in het Veurtheater. Erg leuk om uh, nog even daar te spelen. Maar... Um, ja en, en ik had er ondertussen wel ben ik toen bij het comedycafé ben ik in uh, Max Euwenplein ben ik open podium gaan doen ik Weet nog de allereerste keer hoe dat ging dat was met uh, Rachid Larouche was toen, uh, was toen MC of zo die was toen net een beetje zo upcoming of zo hè? Ja. en die, uh, die MC er zo lekker op dat heel Marokkaans hij had alles van ik ben Marokkaan wil je me aanraken wil je me aanraken en ik dacht, als ik het podium op ga, moet ik in ieder geval hem wel lul zetten of zo. Ik het is weer een soort powerplay, want ik weet nog steeds niet wat ik ga doen op het podium. Ik heb, ik, ja, misschien weer die Frans Bouw, maar ik ga in ieder geval daar staan en een soort controle nemen of zo. In ieder geval om daar eens te ademen, weet je, mm -hmm. al, dus, de, dus toen kwam ik op of zo, en toen ik weet niet wat zei ik nou precies of zo. Van, uh, ja, je moet wel allemaal even je tele, Ja, pas wel op je portemonnee goed even checken, want uh, ik, ik begon Rashid te dissen eigenlijk. En dat vond hij eigenlijk wel grappig en. Ja, niet dat dat nou ook echt werkte of zo maar ik had wel het gevoel van oké ik, ik... Oh, okay. ik wil zeggen want dat, ja. kan, dat kan ook wel helemaal verkeerd uitpakken want ik zie ja. het ook wel gebeuren ja. dat openmakers zeker nieuwe openmakers opkomen en dan ja. denk ik, ik ga de, de MC afzeiken. Terwijl ja. de MC heeft al een band met het publiek. Ja. En het publiek denkt, ja, we weten niet wie jij bent. Maar... Ja. ja, nee, dat klopt. Maar ik dacht in ieder geval, ik probeer dan zo die power zo erin te gooien. En ja, dat ging in het begin ook super slecht. Want toen had ik een. een <laughs> ja, nee, al, al die keren ging super slecht. Maar ik had, ik had wel een goed. Ik, was een, ik had een boek gelezen van een. een, een nou, niet zo'n hele goede comedian, Jay Sankey of zo. En het is de, de Zen en The Art of Stand-up Comedy. Oh, ja, yeah, yeah. dat is een leuk boek. Dat ja, is een leuk boekje. Ja. En, uh, en daarin stond van, als je dit nou gaat doen, moet je in ieder geval met jezelf afspreken. Je gaat het tien keer doen. Dus zo'n open podium bijvoorbeeld. Ja. Je gaat in ieder geval tien keer er staan. Je gaat niet na één keer denken, ik ben fantastisch. Je gaat niet na twee keer denken, ik kan er helemaal niks van. Je gaat het tien keer doen. En na tien keer maak je de balans op. Dus en dat vond ik wel een. Uh, en ik dacht, oh, dat vind ik wel vind ik wel logisch. Dat vind ik een mooie uitdaging. Dus. Dus toen ben ik dat ook tien keer gaan doen. Ik ben dus uh, uh, op het open podium gaan staan. In Max ik woonde toen in Amsterdam, Max eulplein En ik ben uh, de open bak gaan doen in de Engelenbak. waar ja. ik later zelfs mijn vrouw heb ontmoet. Daarom woon ik je nu met twee kinderen. Maar, um, en uh, ja, toen ontdekte ik toch. En, en, en wat ik volgens mij wel goed gedaan heb om, uh, om het te leren, is dat ik dat ik goed leer. Ik kon goed luisteren naar wat het publiek leuk vond en wat niet. En daar probeer op verder te werken. Dus als ik bijvoorbeeld uh, een politiek verhaal hield, vonden ze dat helemaal niet leuk. Als ik over politiek praat, wordt dat gewoon niet leuk. Maar als ik bijvoorbeeld een typetje doe of een personage, ik deed toen Arnold Schwarzenegger na, of uh, dan vonden ze dat wel leuk? Dan voelde ik dat er iets gebeurde. Dus daar, daar ging ik filteren van, oh, wacht eens even. Maar ja, als ik dat nou een stukje nou iets langer maak, dan heb ik in ieder geval twee goede minuten. Weet je wel? Ja, zo ben jij ook ja, begonnen, ja. dan heb je in ieder geval twee minuten. Ja, ja, ja. Dan je tactisch dan ga je tactisch heel goed neerzetten, dan moet je nog een begin. Maar je hebt in ieder geval die twee minuten, dan zit je vlak voor het einde. <laughs> nou, en zo, ja, zo, zo werd het al uh, wat dragelijker om dat te staan. En in 2007 en in 2006 ben ik toen weer begonnen met camera. En in 2007 won ik de publieksprijs op het Camus Festival. En een jaar later won ik het publieksprijs op het Festival. Dus ik heb toen wel vrij snel... Ja. heb ik toch mijn eigen ding ontdekt van... ja, van wat kan ik dan goed, zeg maar. En hoe kan ik dat uitbreiden? Maar, de, maar dan, als je speelt bijvoorbeeld... Uh, Max Uierplein, de Comedy Nou, het uh, Camusfestival, Leidschendam... dat is ook ja. gewoon allemaal uh, randstad, randstedelijk publiek. Ja. Dan ja. win je uh, publieksprijs op Camerette, Dan ga je ook een hele finalistentoer doen. Ja. Ja. Dan kom je ook opeens op plekken waar uh, een ander publiek zit. Ja. Nou ja, ik ben daarvoor, moet ik even vergeten Dan ben ik nog bij, uh, was had ik bij een heel klein impsarjaat, TC Management, van Tim ja. van der Sluis. Ken je Tim van der Sluis? Ja, de man achter de, de cabaretpool. Cabaretpool, ja. Nou, ik ben, toen hij daarmee begon was ik een van de eerste die daar met een aantal mensen, Jasper van Kuik zat er toen ja. ook in, Eris uh, van Ginkel, uh, die is later gestopt, was een vriend van mij, eigenlijk via Eris... Eigenlijk moet ik nog verder ja, terug. Ja, te Jasper is cabaretier geworden en, en, en hoogleraar en nu vooral nog hoogleraar en columnist en, en columnist in het vol dat ook. de volgende En RS doet volgens mij hele toffe tv en filmdingen. Ja, hij doet veel regie, doet ja. hij heel, veel, heel veel toneelregie. En het grappige was om nog even sorry, wauw, maar, ja. nee, maar toen was ik dus gestopt in dat cabaret na, na, die, na, die, na die ervaring op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ik dacht, nou, dit, dit ga ik gewoon nooit meer doen of tenminste durf ik gewoon niet meer. Maar toen hoorde ik in één keer dat RS met een vriend van hem in de halve finale van het Leids Cabaret Festival stond. En ik kende RS via een. Um, ik regisseerde ook wel eens bij amateurs in Amsterdam. Uh, Toetsteen en um, uh, wat had je nog meer? Een paar van die groepen. En daar was ik met RS bevriend geraakt. En op een gegeven moment dacht ik: Wacht er hey, was RS in de halve fucking finale staat van het Leid. Met alle respect voor RS. Er hele mooie liedjes en er is een hele toffe gast. En uh, we hebben heel veel samengewerkt. Want toen dacht ik: ja, dat nou, moet. Nou, 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 er was een soort van. <laughs> was dat een soort ja. rancune bijna? Of een soort jaloezie? Van nou, nu ga ik. Nu, dat, dat moet ik toch ook kunnen? Weet je wel? En toen, toen is dat eigenlijk. Toen ben ik dus al die. Nou, ben ik die, die, dat andere festival. Ja, dat en, en toen kom ik bij de cabaretpool terecht. Nou, en als je het dan hebt over. Uh, waar jouw podcast eigenlijk over gaat, over de meest uh, <laughs> deprimerende ervaringen, dan is dat toch wel in die cabaretpool geweest. Ook, een ook dit is niet de eerste keer dat de cabaretpool genoemd wordt. <laughs> de cabaretpool in het Werftheater, dat, dat, zou, dat zou goed zijn. Toen we met, het, met de cabaretpool in het Werftheater stonden. Nee, op zich, het idee van de cabaretpool is heel tof. Dat heel de beginnende makers uh, mogen volgens mij allemaal een half uurtje spelen. Half uurtje. En uh, door het hele land... Ja. Krijgen ook nog uh, regieadviezen? Ja, uh, ongevraagd soms. Uh, ongevraagd en, ja. en geen gaarje. Nee, maar uh, nee, bijna uh, niet. inmiddels geloof ik iets. Het bestaat nog steeds. Het bestaat nog altijd. En het is voor heel veel. Me het, het fijne is wel dat het dus wel de mogelijkheid biedt. Om zeker als je niet per se. Weet je, de echte pure stand comedyvorm, waarbij je makkelijk gewoon acht of tien minuutjes op Open podia op open mic kan gaan spelen kan je gewoon een cabaretprogrammatje van een half uur doen ja. en dat kan ja. je 30 uh, of 35 keer in een seizoen doen. Ja, dus je kan muziek erbij doen. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld Jasper speelde dan piano, ik, uh, RS, en ik hadden allebei, alle, ik doe ook met gitaar dingen op het podium. Dus je, je kon veel meer echt naar cabaret ja. toe werken dan alleen comedy, want dat is wel voor mij wat het verschil. Met cabaret is uh, comedy is echt alleen gesproken en comedy is toch wel degelijk, uh, uh, sorry. Zeg ik zeg het goed, comedy is alleen gesproken. Cabaret is ook vaak met muziek of ja. theatrale ja, middelen. Precies, dan, zeg maar. precies. Dus een decor. Of een, nou. ja. Dus bij die cabaretpool, ja. En uh, ja, ik, ik, we kwamen dan ook in die plek als Vledder. Ken je dat? Vledder. <laughs> dat is een plekje in, in Noord-Friesland. Uh, Noord Toch? Dat ik weet niet denk. meer hoe het, het heet. Maar de, ik, ik zat me te denken, want toen jij belde voor de podcast, dacht, ja, van zou dat het plekje zijn geweest. Er is dus één zo'n plek, weet ik nog, waar ik met ergens dan. Stond zo. En als je dan op moest, dan moest je, uh, als je van het kleekam, moest, moest je buiten langs. En er stonden dan stonden daar van die geiten en schapen in een wei. En dan moest je zo half door die, langs die wei. Maar aan de andere kant van die was eigenlijk een oude boerenschuur, zeg maar. Maar daar buiten was het gewoon nog steeds in gebruik. En dan moest je via, dan stond je dus te wachten, stond er zo'n geit zo achter je. Nee, te kijken zo. En, en, dan moest je, en, en dan moest je zo via een heel klein trapje. En dan stond je in keer op het podium. Dat vond ik toch wel. Ja, daar hebben we wel om gelachen, dat we altijd in de, in de marge van de marge van de marge stonden. Als je daar ja. loopt langs geiten om buiten om naar ja. een deurtje te gaan. Ja. Dan komt er een, toch een moment dat je denkt. Jongens, hier heb ik toch geen toneelschool voor gedaan vier jaar. Ja, maar het was toch wel heel leuk, omdat ik ging vaak samen met ergens op pad. Dus dan, dan was het ook een uitje of ja. zo, En dan gingen we samen met de auto en dan. Uh, ja, dan hadden we ook gewoon lol. En dan kon, we konden er ook altijd wel weer om lachen of zo. Dat je zo... Maar kijk, je, het, jij zei het net al, het is toch wel heel nuttig. Want je kon toch. Kijk, je, je, voelt je, je voelt je toch wat, uh, als, als een geiten achter je staat en je moet op, en het loopt niet zo, dan voel je je minder erg dan dat de jury van het Amsterdamse Kleinkunstfestival, de voorronde jury voor je zit. Snap je wat ik bedoel? Dus je, je mag fouten maken. Ja. En, en dat, dat is heel fijn. Ja, nou ja, het is heel fijn. En ik denk zeker ook voor later in je carrière is het heel fijn dat je al dat soort plekken al gehad hebt. Ja. En dat je daar zit. Want dit klinkt ook niet. Nou, dat is niet waar. Maar dit, dit zijn ook niet per se de plekken waar het elke avond uitverkocht stampvol zit nee, en mensen. Nee. nee, er zitten dertig man. Dat is eigenlijk alsof je naar Vietnam bent geweest en daarna word je uitgezonden naar België of zo, weet je wel? <laughs> nee, maar zo, ja. Dus, je, je hebt het allemaal al gezien, weet je? je hebt de hel gezien. <laughs> Ja. Nee, het is, ja, het is wel, ja, het is wel waar wat je zegt. Het is echt wel, we noemen het altijd, altijd de cabaretpool des verderfs eigenlijk. Nee, het is inderdaad, ja, het, is, het is een hard vak, hè? dat weet jij ook. Weet je wel. Het, ja. is een, het is een vak zonder genade. Het is een vak uh, ja, waar je het echt moet laten zien en anders lukt het gewoon niet. Anders kom je, of je komt er niet verder in, dat kan ook. En uh, ja, dit, dit is daar het voorbeeld van. Hè? Je, je begint dan echt in de marge van de marge. Je begint echt in het moeras. Nou, probeer daar eerst maar eens iets te kunnen. Als je dat kan... En je hebt een goed half uur, zeiden ze altijd. Zorg eerst maar dat je een goed half uur hebt. Nou, dat duurde dan uh, anderhalf jaar of zo in die cabaretpool. En toen dacht ik, nou, ik ga toch eens die, uh, dat, uh, dat dingetje doen. Die, uh, die, dat Camus Kleinkens festival het publieksprijs gewonnen. Dan word je al aangemoedigd. Dan denk je... Ja toen ik toch nog een jaar verder werken dat half uur. In november vorig jaar stond ik dan in het Oude Luxo en won ik de publieksprijs, wat ik fantastisch vond. Natuurlijk had ik ook heel graag die juryprijs willen hebben. Maar ja, Jorrit Rogaar, wie kent hem nog? Ken je die nog? Het zegt mij, ik ken veel namen, maar dit zegt mij helemaal niks. Hij nee. is nu ongetwijfeld vast een hele ja. goede IT'er bij een bedrijf in Alkmaar, <laughs> Denk ik, ik weet niet. Zou goed kunnen, ja. Zal <laughs> iemand hem kennen, laat Rogaar jo Jorrit Roghaar Schoonmaakservices of zo. Een eigen bedrijfje of iets, zou... Uh... Nee, J J Jorrit is, uh, is trainer en coach. Nee, kijk, ik, ik stond in de, in de finale dus en er was al... Nou, ik ging meedoen aan het festival en uh, je had toen Han Solo van... Uh, ja, je uit je nog? Vlaanderen. Uit Vlaanderen. Uh, die is van, was van het duo, hoe heette dat nou ook weer? Han, hij had zo'n duo of zo. Die waren best wel goed. Oh, dat weet ik. Ik, ik ken hem vooral omdat het heel grappig is, zijn, zijn personage Han Solo ja. is een, een rechtsextremistisch ja, figuur. Ja, precies. Ja. De, wat ja. het publiek volgens mij niet altijd heel goed door heeft dat het nee. diepetje is, maar nee, nou, dat, dat was, dat was zijn probleem. Hij deed mee daarmee het festival en dan, oh nee, dat is de winnaar. En dan heb je zo, heb je zo uiteindelijk ben je dan geselecteerd, zo'n voorronde. Ja. en dan mag je dus moest voorronde doen in Zuidplein, dat ging hartstikke goed. En toen wist ik, zit erbij, maar toen zag je de andere oh nee, hij, hij gaat het dus niet zo goed, man, want die was inderdaad hij speelde een rechtsextremist. En die de ene rechtse grap naar de andere maakte, zo neonazi. Nee, nee, maar heel komisch, hè? Ja, 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 ja. heel komisch. Heel zagarijnig en fantastisch, fantastisch. Tot de halve finale in het, uh, in het Luxor Theater, waar helemaal voor het Rotterdammers dan meestal zit. En ze snapten het niet. Mensen snapten het niet. Ah. En het, het viel niet, het, 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 het viel verkeerd of zo. En. en ja ik dacht echt wat kan dit nou ik bedoel ja die Rotterdammers stemden toen allemaal op leefbaar Rotterdam weet je wel maar misschien was het too much voor hun of, of ja twee zou denken dat zou toen toch goed moeten zijn gevallen. denken ja weet je wel eigenlijk ja, ja, ja. iemand die zegt wel ja, ja, precies hij zegt dit gewoon dus wel wel een bel ik maar helemaal niet <laughs> uit maar hij, en, en het viel echt niet dus het was heel raar om te zien hoe dat ging ja. Ik snapte er helemaal niks van. Ik vond het zo goed dat hij deed. Het was zo virtuoos. In, in dat type was hij zo virtuoos. Met zijn grappen en zijn redeneringen en zijn. Ach man, dat was uh, fantastisch. Was dat. Maar nee, die, die haalde de finale gewoon niet. Maar wat, wat, weet je, was dat een opluchting? Want ik vind het namelijk wel interessant wat er gebeurt. Als je, als je vertelt verteld je tijdens een voorronde denk je, nou, yes, ik ja. ben door. Ja. En dan zie je zo iemand, en dat je al Natuurlijk, ja. je moet ja. wel in jezelf blijven geloven, maar het is wel dat ja. je... ja. Ja. Huh, nou, ja, dan, wordt dan dan een finale plek dat is dan nou dat reken ik al niet eens meer op ik ik ik, ik zit ik, ik zit in de achterhoede ik zit in de achterhoede je had ook nog uh, dm uh, Maria die rot die rotterdamse jongen die die uh, Maria van Katerdrecht. Maria van Katerdrecht. Ja. zo'n zo jongen Jan Ar arend, arend oh arend Jan arend. Jan arend. Arend, ik, ik, ik nee. weet het echt nam niet Maria van Katerdrecht. dat niet doen ja dat is een typetje hè ja. een ty jongen speelt een heel rotterdamse typetje ook hilarisch op zijn manier. Even, even tussendoor. Heel grappig. Ik hoorde van de week haar uh, vorige show was. Of misschien toert hij daar nog mee. Maar dat was Marja's grote Tupperware-show. Ja, ja. Maar die verkocht achteraf ook daadwerkelijk Tupperware-producten. <laughs> en die was echt nummer, door nummer 1 Tupperware-verkoper in Nederland. Oh, dat vind ik zo goed, man. Dat is, echt, dat is nou echt marketing, hè? Dat is ja. nou echt... Uh, Wauw, dat moet ik ook gaan doen, zoiets. Goed, maar die, die deed ook mee. Jij dacht, die die ook mee. ik word achterhoede. Dus die deed ook mee. En er waren dan nog een paar leuke jongens die meeden. En, en, uh, ja, en er was ook Jorrit Roegaar, die deed dan mee. Maar die had helemaal geen ervaring met theater. Maar die kon wel goed praten. Spreker was het eigenlijk. En uh, die had dan een voorstelling over zijn gehandicapte broertje. Een broertje, een jongen die uh, het syndroom van Down heeft. En daar ging zijn voorstellingen. De dat heette dan... Uh, gewoon... Gewoon normaal of gewoon gelukkig of zo, weet je wel. En oh, we moeten we allemaal niet pletten op, op hem, die valt af. En, en Theo van Duren, ken je Theo van Duren nog? Ja, met de oh, het, het, het Wereld tegen het, de Natuurfonds anti, of zo. Ja, zoiets, anti-Wereld Natuurfonds of zo. Die had ja. een heel verhaal over hoe slecht de natuur wel niet was. Ja, een, een lezing eigenlijk. Nou, Theo moeten we ook afschrijven, weet je wel. Want nou, wie stond ik uiteindelijk in de finale? Met Jorrit en met Theo. Ongelooflijk <laughs> hoe dat ging. En, en ze belden mij s'avonds laat. Ik, het was echt, ze zouden voor uh, half twaalf bellen of zo. En dan moest je de volgende dag dan... Hè, uh, zou je, nou ja, uiteindelijk kwam ik in de halve finale. Dat was al een wonder, Ja. Zeg maar. Nou, oké. Okay. Dan had ik eigenlijk ook ergens wat... Toen ik een beetje door dat veld uit dacht... Nou, toen viel Han af en die andere halve finale. Oh... Ik dacht, yes, weet je wel. Nou ja, misschien, wie weet. Maar ja, ik, ik was al naar bed gegaan. En toen werd ik toch nog gebeld: Je moet morgen in die finale spelen. Ik dacht, serieus? Maar ik denk, dan ga ik gewoon winnen. Tegen Jorrit en Theo: Ik ga, ik ga kameretten winnen. Dat denk je dan op zo'n moment. Hè? En dan moet ja, je nog gaan ja. slapen. Hè? Dus ik heb heel die nacht niet geslapen van de, van de zenuwen. En nee, shit, ik, ga gewoon, ik, ik kan het nu winnen. Al die anderen zijn weg. Het is, alleen, het is alleen Theo. Zelfs die Marja was afgevallen in de halve finale. Hij heeft uiteindelijk wel de persoonlijkheidsprijs gewonnen. Uh, omdat hij toch wel. Ja. Ik zeg altijd, dat, het, ja, dat is voor de meest irritante persoon tijdens het festival, maar de meest aanwezige persoon, laten we het zo zeggen. Het moet ook frank zijn dat je de persoonlijkheidsprijs wint, omdat je een andere persoonlijkheid dan je eigen ja, persoon speelt. Dus hij wint hij het zelf niet eens, hij won het zelf niet Nee, maar hij, hij was wel leuk hoor, ja, ja. Hij, hij, kroop ook, hij kroop ook door het publiek als Marja, weet je, dat, dat zijn al van die leuke, ja, ja, ja. leuke dingen, die het fact, goed. Dus ja. het programma was natuurlijk een beetje één ding, hè? en dan... Uh... Maar ja toen, toen, ja, toen speelde ik die finale en... Uh... Nou ja, toen, toen was het moment daar. De, ja, Ik weet nog dat Jandino Asperaat was de, hij was de uh, presentator van de finale. Dat deed hij heel leuk, die, die pakte helemaal uit. Die was toen net zo aan het doorbreken. Hij had ook een hele. zo'n zo, zo, uh, Surinaamse brasband of zo, had hij er meegenomen, weet je wel. Dus hij maakte er echt een soort enorme happy. Over gewoon. binnenkomen met energie gesproken. Ja, over binnenkomen met energie gesproken. Nou echt, dat was fantastisch. En dat deed hij dat precies deed. daarom. Ja, nou dat, dat is het. Gewoon. Verteld. Yeah, yeah. Heel hoog van de toren, heel uh, Bam. En toen, uh, toen speelde ik mijn stuk en toen... Hij heeft die brassmint meegenomen naar een stuccafest achter de ja. studentenkamer. <laughs> <laughs> nou, dat is, dat is prima. ja. Nou, ja, ja, ja. Dat was, <laughs> goed, dat, dat was de avond hij presenteert. Ja, hij presenteert en, uh, en ik deed mijn stuk daar. Speelde speel je een half uur dus in die finale. 800 man in de zaal. Spannend natuurlijk. Ja. En, um, nou, ging eigenlijk, het ging eigenlijk moi. Vond ik was een beetje nerveuzig of zo. Ik had niet gewend om voor zoveel mensen te spelen. Hè? In een paar jaar tijd van de cabaretpool... Uh, tussen de geiten en ik even 800 man. Um, dus toen, uh, toen had ik een soort einde. Maar daarna kwam nog een liedje... Het Dorp van Wim Sonneveld. had ik zo'n moderne versie van gemaakt. En yeah. daarna... Tientallen jaren gespeeld, maar in ieder geval, en um, dat was eigenlijk best wel een hoogtepunt. Uh, thuis heb ik nog een mp 3 waarop ik sta met mijn vader, die uh, weet je wel, zo'n zo heel ding en uiteindelijk ja. bleek mijn vader dan porno op zijn laptop op de laptop van mijn vader en zo in plaats van super leuk werkte altijd heel goed, maar toen kwam Jan Dino die brak mijn optreden af die zei, maar nee. hoe is het gegaan? En ik stond daar zo en dan sta je op zo'n punt van ja, moet ik nu beleefd zijn en zeggen ja, het ging goed en het eindlied laten zitten. Maar ik zei tegen hem: Ja, Jandino ik ben nog niet klaar. Dus heel die zaal plat, Jandino plat. Sorry! En ging hij weg met die band. En toen, deed ik, en toen was eigenlijk het publiek helemaal los. En toen deed ik dus dat het dorp nog. En er was een soort knaller nog. Eigenlijk heeft dat moment met Jandino. had mijn optreden, wat eigenlijk een beetje zo kabbelde. Gaf het in één keer een soort... Oh, yeah, brak yeah. het even helemaal open zodat ik dat eindlied nog. Ja. Trouwens, was in zijn eindlied stond ook nog een stukje voor. Dat ik. Begint, heb ik zo'n verhaal. Ja, ik had van die gekke verhalen toen. dat ik in de vagina van een koorstudenten terecht was gekomen. De <laughs> Carlijn. En uiteindelijk kwam ik daar dan Bassi en Adriaan tegen. die ik al eerder in mijn show had. in een soort ander universum. En, en, nou, en die, die, ja, dat speelde ik daarna. na, na dat Jan Dino-moment. Maar dat gaf, dat gaf toch een soort. in één keer was de spanning weer of zo. En dan kon ik het toch nog even zo lekker omhoog trekken. dat optreden. Na ja. naar een bevredigend einde. Dus daar ben ik Jan Dino nog steeds dankbaar voor. dat is een fout. Maar van hem. Maar ja, toen was... je het zei, dacht ik: nee, ja. maar op deze manier. Ja, ja. En het, het is natuurlijk ook ultiem wat vaak is bij, bij comedy en cabaret ook in het moment zijn. Ja. als zoiets gebeurt, iedereen weet: dit is niet nee. gepland of dit kan je niet. Nee. Ik, 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 ik stond echt op zo'n punt: moet ik nu, zal ik dan nu maar afgaan? Of moet ik gewoon zeggen, ja, El Nino, uh, het klopt niet wat je doet, weet je wel. En ik wilde ook nog zoiets zeggen, ja, ik, meest, meestal zijn Antillianen te laat, maar jij bent te vroeg, weet je wel. Volgens mij heb ik ook nog zoiets. De en dat, en dat, dat vonden ze dan wel leuk in Rotterdam. En uh, nou, uiteindelijk was het een... had uh, ze dus eigenlijk <laughs> Waarom mag ik dat niet? Dat je een Belg bent. De eigen racisten eerst. Huh? <laughs> nou, ja. nou, de titel van de aflevering heb ik. <lacht> <lacht> Shit. ik kan dit eruit? Nee. Uh, <laughs> Hey, Wouter hier. Super leuk dat je naar Elektra kijkt. Bedankt daarvoor. Help me even door deze video een like te geven of een toffe comment achter te laten. Zo kunnen meer mensen deze show ontdekken via YouTube. Vergeet ook niet te abonneren. Dat is helemaal gratis. Klik daarna nog even op die bel, want dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. En wil je me financieel steunen bij het maken van Elektra? Dat zou echt geweldig zijn. Ga naar Elektra Podcast en doneer daar wat je wil. Alles is welkom. Oké, okay, snel terug naar Max. Maar goed, toen was dus de uitslag en dat is wel spannend. Theo deed ook zijn ding. Theo had die lezing. Maar Theo wisten we al van Theo van Duren. Dus zijn ja. anti. was meer een soort oude, oude meneer. Die had een grappige lezing. Maar. En toen kwam de publieksprijs als eerste. Ja. En die gaat naar Max van den Burg. Ja, fantastisch man. Dan weet je niet wat er gebeurt. Weet je dan. Wauw. En Brigitte Kaamdorp kwam uitreiken. Oh, te gek. Ja, helaas kreeg ik niet een mooie trofee of zo. Daar had ik altijd al van gedroomd. Een mooie beker. Maar dat jaar hadden ze besloten dat. Uh dat Een kunstenares iets mocht maken en die heeft een soort zelf, een soort leren schoudertas gemaakt. Had ze gemaakt, die heb ik nog steeds en dat was dan mijn prijs. Dat was wel een beetje ook mooi, zo'n beetje industrieel ontwerp of zo. Ik dacht van nou ja, zo'n tas dan maar. maar ja, dan moet toch de juryprijs uitgedeeld worden. Maar ja, ik dacht ja, ja, ik ga het gewoon winnen nu. Ik ga het gewoon winnen, en de winnaar is Jorrit Rogaar. Ik dacht, Jorrit, fuck serieus. Ja, <laughs> nou, Jorrit was een Rotterdammer. Die speelde in zijn eigen stad. En tijdens de halve finale kwam zijn broer, die het zijn naam vandaan heeft, op het laatst het podium op. Ja, try to beat that. Ja. Dat, dat was heel emotioneel. En, en hij had ook echt een mooi, simpel verhaal. Maar als je kijkt naar van. Uh, daarna gingen we dan de Tournee. Dat was teleurstelling. Ik had de publieksprijs. En dan ga je op Tournee. En dat, dat, dan ga je dus Cabaret Pool Plus. Hè? Dan ga je dus ja. finalisten Tournee doen. 50 keer spelen toen nog. Half uur spelen, eigenlijk was dat waar ik op uit was, hè? om die ervaring op te doen. Ik dacht, toen ik die finale plek had, was ik al, ik heb die tour, weet je wel? ik heb gewoon een echte tour. Ja, want ik kan weg met die cabaretpool, ik kan gewoon echt. En je zat in echte, theaters. echte je theaters, je kan je laten zien aan al die programmeurs, ja. Ja. je kan bij een impresariaat aankloppen met hé, hey, uh... ja, ja, al dat soort dingen. Dus, dus ik dacht, dat heb ik al, maar toen gingen we spelen en toen lukte het Jorrit gewoon niet. Toen, toen moest ik, ik, ik iedere keer afsluiten in plaats van hij. Of ik moest openen of ik moest afsluiten. Ik was de enige die dat die wel al vanuit dat moeras van de Carbarapple kar had ik al. Ja. Had ik al mijn voeten zo in, in die klei gehad. dat ik wist hoe je, hoe je dat en moest doen. En de schapenkak. En de schapenkak. En <laughs> de schapenkak, inderdaad. Die zat, die zat nog aan mijn schoenen. Maar ik wist dus hoe ik dat moest doen. En, dit, het, ja. en daarna, kijk, daarna ga je dan. Uh, uh, dan heb je zo'n tournee gedaan. Dat was fantastisch. En heb je al die theaters gezien. Programmeurs hebben je gezien. En toen. Uh, ja, dan, ga je, dan, zit, dan kun je nog maar een half uur spelen. Hè? Dus dan ga je dus waarschijnlijk dubbelen. Toen ben ik gaan dubbelen. Ook met Jorrit af en toe. Niet, lukte ook niet. Lukte ook niet. Ik moest dan al het afsluiten. Want hij had moe. Hij begon op een gegeven moment zelfs grapjes van mij een beetje. Af en toe dat je dacht van... Hé, maar dat is precies het gebaar wat ik ook doe. In het verhaal wat ik vertel over de verjaardagsavonden vroeger. Hè, waar, waar mijn ooms mij voor lul zetten. Waar ik cabaretier eigenlijk mee geworden. Uiteindelijk. En, en ja. Dus dat, dat, hij haakte toen eigenlijk af. En ik kreeg toen... Jos uh, Visser had mij al gezien met kameretten. Die nam me onder zijn hoede en, ja, en toen ben ik... Impresariaat eerste, ook. Impresariaat, ja, groot ja. impresariaat. Toen ben ik mijn eerste avondvullende programma gaan maken. En um, sindsdien ben ik eigenlijk onafgebroken aan het spelen. Behalve één jaar met corona heb ik helemaal niks gedaan. Ik dacht, ik ga niet voor mensen die op voor thuis zitten. Heb ik één keer gedaan. Dat vond dat, Nou, we, daar kunnen we het ook nog over ja, hebben. Ja, bring over, it on. Van, nou, ik moest een keer in uh, coronatijd... Ja, toen was het vroeg George aan mij, wil je spelen of niet? En nou, eigenlijk wil ik gewoon niet spelen. Want ik was ook wel toe aan een sabbatical, eerlijk gezegd. Toevallig had ik ook heel veel tv-commercials ineens. Dus ik had, geen, ik had inkomsten genoeg. Hè? Dat is natuurlijk ook een kwestie Dat van is, ons. Was het ook allemaal ja, ja. Van, hoe ga je dit doen? Hè? Ik bedoel, uh, leven ervan. En, uh, maar ik heb, moest, ik heb toen wel een keer in de nieuwe doelen gestaan. Dat was aan het einde van de coronaperiode. Nog niet zo heel lang geleden. Twee jaar, tweeënhalf jaar ja, geleden. In uh, Gorkum. In Gorkum. zou ik eigenlijk in het pand spelen. En ik kom daar. Nee, je moet niet bij het pand zijn. Huh? Hoe zit mijn corona toch bij? Nee, ja, maar we hebben afgesproken met, met de Oude Doelen. Of de ja. Nieuwe Doelen, hoe heet dat ook weer? Weet je wat? Dat Oude de, Theater. wat Volgens mij, weet ik niet. In ieder geval, het pand is een heel leuk try-out theatertje ja. met ja, 51 stoelen. Ja, heb ik ook weer gestaan laat. Nou, superleuk. En, superleuke ja. plek. En, en ook alles en iedereen speelt daar. En de Doelen, of de Nieuwe Doelen, hoe het ook heet... dat is het theater wat daar... het is niet meer in gebruik, maar nee. in coronatijd wel weer. Ja, dat is gedaan. Daar konden, vroeger stonden de 600 stoelen in. Ja, we was, hebben alle grote der Nederland hebben daar gespeeld. Echt hele grote. Alleen toen hebben ze gezegd, nou ja, dan nou kunnen jullie daar misschien... want dan zet je gewoon banken neer. Dan zit iedereen lekker uit elkaar. Kunnen we toch voorstellingen doen? Dus kan het Panta voorstellingen doen? Periscope, weet ik ja, ook niet. Ja, of die ja, deden het samen. Ja, andere, ja. andere theater uitgehoord. Ja, ook deed, een heel leuk theater trouwens. Um, maar ja, toen heb het, ja, de, de, ja, ik. Ja, ik vind dat, nee, ik vond dat niks. Want nee, want, want, want vertel even, want ik zei 600 stoelen. Toen jij er speelde in Corona, stonden er 600 stoelen? Nou, er stonden denk ik eh, iets van 20 of 25 eh, banken. Ja. Waar dan weer. Er zitten dan twee mensen op. Die zitten net alsof ze thuis op de bank zitten. <hiedevel>. Met, nog <laughs> net niet met chips en eh, popcorn en eh, een drankje. En dat zit dan heel ver uit elkaar. Ja, da, dan kun je niet werken, want je. je je publiek moet altijd een beetje op elkaar gedreven zijn. Als een kudde, bijna. Hè? Toch, weer die, toch weer die geiten. Toch weer die geiten komen terug. Ja. Ik neem ook altijd een veeprikker mee tegenwoordig. als ze niet willen lachen. Veeprikker, hè? je mag niet zeggen stroomstoot. Van, van uh, mij mag veeprikker. je stroomstootwapen zeggen. Nee, maar, nee, maar jij weet ook, ze moeten altijd. <laughs> ja, ja, ja. Ik, doe, ik doe ook regelmatig bedrijfsoptredens. En dan zeg ik altijd tegen die mensen. Heb je ijs? Ik nou theateropstelling. Dus dat ze allemaal op stoelen zitten. En het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar. Op het podium bijna. Tegenaan. Liefst op een podium, liefst met licht, liefst goed geluid is een is een eis, want goed geluid, anders kunnen wij ons niet verstaanbaar maken. Je moet je moet kunnen overheersen met ja. jouw stem. hebben toen kijk ik zeg, ja, maar het zijn maar 30 man, ja, dan wil ik toch versterking hebben, want als ik, ik kan niet het het zo gaan praten, zo super hard ik, ik heb al een toneelopleiding gehad. Vroeger, wij deden dat trouwens bij de toneel wel allemaal zonder zenders, hè? Dat is wel bizar eigenlijk. Dat speelde hele voorstelling zonder zenders gewoon in kleine zalen. Ja, gek hè? Ik, ik, maar ik vind het altijd zo lastig dat je kan het dat je, voor 30 man kan je prima op stem eroverheen spelen. Ja. Alleen je hebt... Je een kan, stem naar de hand. Je hebt een schorste stem, maar je kan ook niet even een stukje... Gewoon, hé, hey, dus ik kom naar binnen. Kijk ik me aan. Wat? Dat is mijn schoonmoeder. <laughs> Doe maar even wat. Ja, nee, maar je is kan dit weer niet... over die porno op de laptop van je vader? Ja, dat is ja, een beetje die periode was dat. Dat <laughs> was nog mijn studententijd eigenlijk nog. Nee, je, 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 nee, kan, nee je bent het zo wel weinig Je, je of, kan uh, niet even, je, even, even zo heel zachtjes. Maar, maar goed... Uh, Nee, maar kijk, ik vraag dat bij die bedrijventreden, omdat het anders niet te doen is. Soms zitten ze ook aan tafels, bij een diner, ja, dan moet je wel. Dat kan ook wel. Kijk, en weet je, bij bedrijfsoptredens heb ik vaak zoiets, ben ik heel eerlijk in. Uh, betaalt gewoon retegoed. goed. betaalt gewoon drie keer meer dan een gewone optreden. Ja. Het is een half uur spelen, vaak overdag. Je hoeft vaak bijna niks mee te nemen. Alles staat er. Je hoeft niet uh, zelf nog je zender mee te nemen voor je headset. Het staat er gewoon, je komt. Dus als het dan wat moeilijker is of minder leuk, vind ik dat ook niet zo erg. Ik denk, ik stuur die factuur. Weet je. Ik heb ja, nou ja, tekenen De reden ja. dat het zo duur is, is omdat het vaak lastiger is. Het is lastiger. En ja. omdat je een hele carrière achter de rug hebt. Waardoor ja. je ook onder dat soort omstandigheden. waarschijnlijk nog wel ja. iets goeds kan leveren. Ja. Maar wat, 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 wat zijn bedrijfsoptredens waar jij terugdenkt dat je denkt: nou, het is dat ik die factuur achteraf heb kunnen sturen. Maar... Nou ja, je, je hebt van die optredens, je bent het staand publiek. Weet je staan publiek en uh, ik heb een keer voor een gemeente in Limburg opgetreden voor de gemeente, zeg maar. Ja, uh, ik zal de naam niet noemen, maar uh, en daar, uh, maar ze hebben een drie punt. Ze hebben een drie <laughs> en ze eten fly en dan doen ze overal daar. <laughs> ik begin met een M en een E, nee, nee, de, nee, maar en 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 daar stond dus iedereen. En, en ja, dan zeg ik altijd: Ja, dan kan ik al bijna geen garantie voor succes meer geven. Want kijk, staan kan alleen werken als je hele korte, hele snelle grappen hebt... die vanaf het begin af aan raak zijn. Het liefst one-liners die vanaf het begin af aan... bam, bam. Nou, zo'n comedian ben ik niet. Ik ben echt een cabaretier. Ik moet ja. mijn verhaal laten vertellen. Daar acteer ik dan leuke types in. Of grappen, of whatever. Of een liedje laten spelen. Maar ik ben geen... Of ja. je moet gaan staan zingen. De muziek werkt ook goed bij staande ja. mensen. Maar ook al, ook al ben je wel een hele goede one-liner comedian... in zo'n samengesteld ja. publiek als bij een gemeenteborrel... Ja. Is het slaat het ook niet bij iedereen aan? Nee, het is samengesteld. Je ziet dames met hoofddoekjes. Je ziet dikke mannen met bier. En daartussenin zitten allerlei soorten mensen. Die moet je allemaal zien te... Hè? Moet je niet beledigen. Je moet ze zien te bedienen van leuke grappen. Nou, dat probeerde ik daar. Dus Maar het geluid was... Zo, het was ook in een soort galmbak. Dat is in de hal. Hadden ze me neergezet. Het was naast een prachtig groot theater. Ik zei, waarom heb je niet een theater? Gedaan? Er staat hier... Het oh. is dus een van de mooiste <laughs> theaters van, van Nederland daar... Heel oud theater en uh, ja, het is momenteel niet in gebruik. oh ja, dat is wel jammer, dat kon maar, maar ik stond dan in die hal in een galmbak. En vanaf het begin van niemand kon mij horen. Het, mijn zender galmde ook. Uh, ja, dus op dat moment weet je gewoon van ja, ik, ik ga dit gewoon volmaken. Maar het is een, het is een marteling. Het is, want je hebt dan vooraan staan er wel mensen. Weet je, vooraan heb je dan zo'n zo 40 mensen staan die het dan wel leuk vinden. Maar jij hoort niet of zij het horen, want je hoort jezelf niet. Je hoort alleen maar geroezemoes. Mensen zijn bier aan het halen. Af en toe kijken ze wel, maar als het niet meteen leuk is, lopen ze weg. Um, ja, en, en ik, ja, ik heb dat laatst ook. Ik had het ook nog een keer vorig jaar rond kerst voor een uh, groot energiebedrijf. Die hadden dat dan ook weer georganiseerd. En was dan ook weer staand. En dan ben ik echt in onderhandeling van tevoren. Ik zeg: doe het nou niet staand. Er waren allemaal uh, monteurs, allemaal mannen. Die bier willen zuipen. Staand. Weet je wel. Nou, het enige wat je dan nog kunt doen, is ze continu beledigen op een leuke manier. Zodat je een soort wedstrijd met ze aangaat, hè? Ja. afzeiken. Maar ook daar niemand komen horen. Het is, het is verschrikkelijk. En, en dan sta je gewoon te zwemmen, maar ja, dan heb ik gewoon zulke dollartekens in mijn ogen. En dan denk ik niet boos worden, Max. Niet boos weglopen, niet boos weglopen. Doe gewoon, speel 20 <laughs> minuten. Niet boos weglopen. Nee, Max, niet boos weglopen. In mijn hoofd ben ik het alleen maar aan het doen. Je bent boos, hè? Je bent boos, Max. Hè? Niet doen, niet doen. Doe het nou niet. Je hebt zo'n spijt. Als je, ik weet het. zou zo goed voelen om nu weg te lopen. Maar je hebt straks zo'n spijt als je in de auto zit. Doe het niet. Doe het niet, weet je wel. En dan blijf ik het maar doen. Dan voel ik me echt een soort verder nar die op een stok is gestoken. Die daar dan mijn verhaal doet in een soort. Maar goed, kijk. Je, er zijn altijd een paar mensen die wel luisteren. Dus dan hou je je daar dan maar aan vast op zo'n zo moment. Het gaat veel vaker, veel beter. Maar op zo'n moment. Ja, ja, En dan moet ik me echt. Oh, dan denk ik van. Ja, Waarom ben ik dit gaan doen? Weet je wel. Dan heb ik allemaal ik denk van, waarom doe ik dit nog dit soort bedrijven nou ja wat ja, ja, geld ja daarom ja, ja. door 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 daar te spelen heb, word je ook wel heb jij misschien ook wel word je wel een soort het is ook een sport hè het is ook een wedstrijd hè ja, ja. ik, ik kan dit ik ga, ik ga zo had ik bijvoorbeeld tijdje geleden had ik een optreden voor een betonfabriek personeel van een betonfabriek op zaterdagavond in amsterdam en een hele grote betonfabriek een, een soort schuurfeest tent met dan uh, alle dat soort mannen hè? Dat als je zeker weet dat als het misgaat dat je gaat zwemmen met de vissen. Ja, dat, dat je, hoe noem je dat, een betonnen jas krijgt. Nee, hoe ze dat ja. betonnen voeten, betonnen ja, dat dat naam, ja. Ik weet het even niet. Maar, maar dan, nee, maar echt dat was. Maar ja, kijk, daar ga, daar ga, ik dan wel bijna zo. Ik doe er net niet een mondgebitje in. Bob, maar je gaat daar op. En ik ga, ik ga iedereen. Hé, hey bollen. Weet je, hij hey mond bollen. Weet je, en lachen ze al. Dus je moet daar zo brutaal zijn. Ga je wel totaal kapot van het podium af. Maar daar lukte het me dan wel. Want het geluid was ja. het niet goed. En ze, ze zaten half. En ik kreeg ze dan wel mee. Ik heb, ik, weet je, daar ben ik ook moet drie dagen van bijkomen van zo'n half uur. Dan ben ik helemaal leeg. Want je, je wordt een soort Jochem meijer achtige Ja, je kan geen moment hun de regie laten nee, geven, nee, nee. Want dan gaan ze dingen roepen. Of ja, dat, dat mag. Maar, dat, hè, maar, ja, dus er zit, er zit ook altijd wel een. Dat klopt wel wat je zegt. Er zit ook een sportiviteitsgehalte in hoor. En op een gegeven moment gaat je grens ook verleggen. Als je dan zo'n betonfabriek hebt, ja, ik kan dit dus ook. <laughs> weet je wel, totdat je een keer tegen iets. En vaak zijn optreden voor gemeentes, vind ik toch het moeilijkste op de helft ja? van de manier. Ja, omdat, omdat het vaak. Uh, nou, de mensen die er werken zijn zo samengesteld. dat je heel moeilijk een programma kan maken wat voor iedereen leuk is. Kijk, zo'n betonfabriek ja. weet je van grof. Wees gewoon grof. Weet je wel gewoon grof. Zo grof mogelijk. Uh, met, ja, met een paar leuke dingen over mevrouw erin. Weet je dat is misschien best wel naar de mond praten dan. Maar dan weet je gewoon wel van wie je voor je hebt. Ja, maar daar word je uh, ook voor geboekt. Daar word je voor geboekt. Ja, Om, ja. om hun aan het lachen. Die ja. groep, ze zeggen van tevoren: zijn we al mannen? Zegt het prima als ik het maar weet. Als ik maar weet dat het allemaal mannen zijn. Ik maar ik moet ook zeggen: het zijn ook af en toe echt heel erg leuke optredens. Waar ik echt heel veel in dat ik dacht: wauw, dat was gewoon een feestje. Weet je wel, dat heb je drie keer in theater niet. En nu heb ik het wel. En is het ook nog heel goed betaald. En heb ik ook nog een leuk podium. En dan is het in één keer wauw. Dus, maar ja, je gaat er anders in. Kijk, als ik, uh, afgelopen week speelde ik dan weer uh, twee keer. En dan, en dan ja, was het de eerste keer vond ik het theater... De mensen vonden het hartstikke leuk. Staande ovatie. Ik zelf had het gewoon niet zo naar mijn zin. Want het was een hoog podium. Het, was, het zat helemaal vol. Maar techniek was rot. Het geluid was slecht. Weet je wel, en... En als ik daarna krijg ik een afrekening, dan zie ik hoeveel ik verdiend heb. En dan denk ik, oké, okay, misschien was iemand... het toch een leuke avond. Nou ja, het was leuk. Maar als ik dan zie zo'n bedrijf treden, dan denk ik, ja, maar dat is toch wel, dat is, is verdient veel meer dan theater. Dus ik zeg niet dat het de enige reden is om het te doen. Maar je bent daar wel, wat, wat, wat Pieter dan ook zegt, wat je zelf ook zegt, je bent wel bereid om meer. Ja te laten of hè, meer te geven of te zeggen nou ik neem niet zoveel maar ik geef meer en maar ja. nou, ik stuur wel een hele dikke factuur ja, dat is een beetje de balans kijk als je dat alleen zou doen dan wordt het droevig, denk ik maar als je ook nog gewoon je eigen optredens hebt kun je gewoon je eigen verhaal houden kun jij de stukjes doen die jij wil mensen komen op jou af ja. en dat compenseert dan weer een ja place. precies en, en over dronken mensen gesproken jij hebt veel op Max Euweplein ja niet het kom oude komiek gespeeld ja dat dat is ook een ja dat is ook bijzonder leuk ja, als je dan, dan op zaterdagavond... Want, uh... want, want omschrijf even, V uh, zit ja. nu op het IJdok in, in een mooie grote ja. locatie. Ja. Ja. Uh, letterlijk uh, hufterproof, want het is gewoon allemaal ja. <laughs> beton. Beton, je kan, ja, het zit onder de rechtbank ook volgens mij. Dus als je ja, een hebt, kun je meteen door naar boven. Je kan of naar de rechtbank of je wordt in het eigen flikker. Ja. Maar, maar omschrijf <laughs> ja. even het oude communieke. Want dat is wel uh, een leuke, bijzondere plek geweest altijd. Dat was een hele leuke plek. Ja, het is op het Max Euweplein, wat natuurlijk een soort klein rond pleintje is. Waar ook geschaakt wordt, zo van die grote schaaksten ja, het, het pleintje dus, waar het Holland Casino ook zit, achter Holland het Leidseplein. Ja. Achter het Leidseplein, Holland Casino. En je, er zat ook, uh, wat zat er nog meer? Je had die Irish Pub op de hoek zitten nog steeds. Je had ook, uh, een beetje zo voor, echt voor toeristen. Maar ook wel een beetje iets echt ouderwets Amsterdams of zo. Hè? Een beetje plat Amsterdams. En dat werd gerund door uh, de familie Pereira. Victor en, uh, hoe heet het? Ellie. Ellie, Victor en Ellie. En echt Amsterdam stel. Met twee zoons. Marco, oftewel Marco Penoze. Waar ik vind dat een boek over geschreven zou moeten worden. Over zijn. <laughs> uh, over zijn heb je hem wel eens gehad, of niet? Nee, nog niet. Oh, maar je, nou, Walter, je moet echt Marco Pernose, ik heb daar, nou, ik, ik heb verhalen over hem gehoord. Dat wil je niet weten. Over ik... dronkenschap en scheiden in tandenbakken. Uh, en, ja, uh, en, ik... en vrouwen en meiden. En hij was populair toen. En als comedy kwam net op. Er ja. moet een serie over gemaakt worden, man. Ik, ik, de... ik vraag me ook af wie de verhalen beter kan vertellen. Of hij ze zelf ja, nog weet. Dat, of dat, de dat mensen klopt, die erbij dat klopt. waren. Klopt. Heb je Bram al gehad? Bram van der Velde, denk ik. Ja, Bram. Die wist er ook zoveel over te vertellen. Nee, maar goed. Uh, Marco Pardoza was berucht. Want er was toen net toen comedy begon in Nederland. 1994 is volgens mij opgericht. Ja. Toen had je net de comedy train. En uh, het, het, uh, het Comedy Café Max Eeuwenplein, dat was helemaal nieuw in Nederland. En Marco was dan de zoon van de eigenaar die Ster, speelde. sterker ook. nog, uh, Raoul is begonnen met Victor in Comedy ja, ja. Die hebben vrij snel daarna uh, besloten uh, los dus van de, elkaar weg te, te gaan. Kiezen. <laughs> ja. <laughs> die hebben match misschien. En daar is Comedy Train uit, uit voortgekomen. Die zijn Klopt. op zoek gegaan naar een eigen ja. plek, wat toen is geworden. Ja. Nou ja, en, en, dat, en, dat, en dat is een mooie parallel ook. Want we zeiden altijd: uh, toen was er een beetje de Volkskrant en de Comedy Café is de Telegraaf. Als je het even hebt over wat voor soort publiek er komt ja. en het niveau een beetje. En, uh, maar goed, dan kon je ook spare reps eten. Hè. Vaak was het een, een combi-deal voor groepen vrijgezellen of voor bedrijven. Die gingen al eerst spare in het restaurant van het Comedy Café eten en daarna die zaal in. Wat echt een prachtig klein, smal zaaltje was maar het publiek is dus aan tafeltjes rondom een podium achterin wat zo recht tegen de muur stond zat met boven nog een soort balkon wat eigenlijk bijna net zo groot was als beneden dus je had echt een muur van mensen recht tegenover oh, je. 100 man heel 10 dicht man. op je. Ja. ja, heel dicht op je had je ook nog de bar links hè, waar ze dan ook wel zaten maar. Nou ja, en als je daar dan uh, op zaterdagavond speelde dan zaten er uh, vroeg je aan uh, aan Arthur die nog steeds de de Deurman is van het huidige comedycafé. Van, wat heb je zitten? Ja, we hebben, daar zitten tien vrijgezellen, daar zitten vrijgezellen, daar zitten bedrijfsfeest. En, roo, en dan hoor je al een soort koeiengeluid van uh, dronken mannen die jou wilden verscheuren als comedian. Ja, kijk, maar ook, ook daar, Wouter. Ja, maar ook daar, ga daar maar staan. Hè. En de eerste parkeren dan. Kijk, ik begon daar ook met open podiums, hè, open podia. En dan mocht je eens af en toe een keer act zijn op de donderdag of zo, weet je wel. En dan, nou, dan leerde je dat. Mocht je een keer af, mocht je headline op donderdag. Nou, en dan mocht je een keer op zaterdag mee, wat toch wel de topdag was. En dan mocht je. En op een gegeven moment mocht je dan headline op zaterdag. Ja, dat was wel. Pff, maar dat, dat bouw je natuurlijk op. En ja. op een gegeven moment dan roepen ze wat. En dan roep je maar wat terug. En je ziet anderen het ook doen. Dus je, je krijgt een soort olifantenhuid En je weet gewoon. Je, je moet gewoon met veel bravoure daar gaan staan. Je moet het leuk vinden, maar je mag best uh, pittig zijn. Weet je wel? Je, hmm. Maar je moet niet agressief of je moet niet negatief. Je, moet wel, je mag iemand, Als iemand erop vraagt, moet je hem gewoon afzeiken. Ja. Dus nu, als ik nu in de zaal, als ik nu zo speel in mijn eigen show... en iemand roept iets, ja, dan, dan heb ik daar helemaal geen moeite mee. Omdat ik denk, ja, al die ervaring die inmiddels in mij is gaan zitten... Die, ja, dat is, dat maar het, is uh, jaren. Het, 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 het gevoel... In een theaterzaal staan en iemand roept iets. Of. Ja, dat is oude communicatiecafé. Oude communiquecafé. Dat was dat was een best ruig, Intimiderende ja, plek. Dat iedereen zat echt heel erg om je heen. En ja. jij had daar. Nou, wat is het? Een podium van 80 bij 120. Ja, ja. Maar, maar dat was soms ook heel leuk. Tot dicht Het ja, was, maar fantastisch. was heel leuk dat mensen dingen roepen. Soms kon het ook heel goed je helpen. Zelfs Jan Dino dus. Hè, eigenlijk mijn voorstelling verstoorde. hielp het me op dat moment om, om daar iets mee te doen. En zo dus ja. kan het ook zijn dat, dat iemand iets roept. En je reageert net even leuk. Of, of je denkt, hé, hey, dat is best grappig. Dat ga ik de volgende keer zelf zeggen, weet je wel? Dat kan, <laughs> hè? Dat kan ook wel, dat je toch denkt van. Nee, ik vond het wel. Ik vond het een hele bijzondere plek. En uh, ja, heeft ook gevechtende comedians meegemaakt. Ik zal niet te veel <laughs> in detail treden, maar ik heb wel eens ja, glazen gegooid zien worden. <laughs> oh! Ja, we zullen geen namen noemen. Nee, dat doen we niet, maar, doen niet. Noemen we geen namen Ik maar. denk dat ik bij die avond ook geweest ben. Was jij daarbij? Ja, het was met iemand die ook in jouw podcast heeft gezeten. Die was aan het optreden. Nee, die was MC. En die kondigde een comedian aan die we zullen omschrijven als iemand die. Soms wat moeite met zichzelf heeft en met de wereld om zich heen. Dat is precies de avond. Ja, <laughs> ja. En, toen, uh, en toen beviel het hem niet hoe die aangekondigd werd. Toen gooide hij een glas naar de andere comedians hoofd. Er brak een vechtpartij uit, waarbij die twee uit elkaar gehaald <laughs> Tijdens een show, hè? tijdens nee, een ja. vol die zo goed als vol. Uh, mensen wisten, daar hoort het erbij. Maar er ontstond tumult bij de bar. Mensen moesten uit elkaar getrokken worden. Uiteindelijk ben ik de avond af gaan MC'en, want de avond moest wel doorgaan. Want Wilco zou dat doen, maar die was Wilco terwijl, maar die was die zag een beetje witjes naar de hand. Die kon het niet meer of zo. Maar ik heb toen moeten MC'en de avond nog. Een... Oh, heb jij dat gedaan? Ja, ik heb het niet oh, wel... was... Afge... ja, er moest nog één iemand want... aangekondigd worden. Of twee ja, of Ja, want zo. ik weet dat het, dat het gebeurde. Ik denk dat Wilco... Dat was het. Wilco was aan het spelen toen dit gebeurde. Oh, ja, Wilco, dat was, Wilco was aan het spelen. Het gebeurde bij de bar. Ja, en het gebeurde bij de bar. Want ik zat naast de, de community kwestie die het, die het glas gooide. Naar ah. Harry Glotsbach. Met, ja. met de legendarische reactie. Wat vlieg jij nou? Ik zei niet dat. Ik zat ja, ja. net iets verderop. Ik zat aan het einde van die bar. Ja dat ja, ik jij nou. En toen zijn uh, um, Arthur en, en nog iemand op, uh, op de persoonlijke Sorry, tegengehouden die ja, het ja. hoofd kreeg. Ik en Gijs de voormalige Gijs, deurman. Gijs, zijn, ja, ja zijn, het, ja. zijn op de comedian gedoken die die het gooide. En dat is geen kleine jongen. Nee, dat is een hele sterke jongen. Ja, die die hebben wij door de door de de zijuitgang naar buiten gewerkt. En ja. Harry is naar de, naar het café deel gebracht. Ja. Maar inderdaad Wilco was klaar. Het was er dus geen MC meer. Want... Nee. en toen ben jij ingestapt. Ja. Alex Ploeg heeft daarna gespeeld. Oh, heeft heb ik Alex aangekondigd. Ik ja, hoop dat ik en, het goed deed. En ik, ik moest me... daarna nog. Want ik weet dat ik heel blij was en dat gelukkig zit Alex hier nog tussen als buffer. Oh man. Maar was, ja, was dat was was het... heftig, hè? Ja, ik zei toen nog, ja, dames en heren, comedians kunnen soms een beetje edgy zijn. Hè? Het zijn mensen die leven vaak op de rand van, van ja, van, van, oh ja, dat was een heel heftig avondje. Ja. Het was zo toevallig dat Gijs er ook bij was. Gijs was ja. eigenlijk de oude deurman. die het jaren, ja. En die was er eigenlijk nooit meer. Maar die, hè, die werkte die al, was al in, toevallig, de, ja. in het Betty Asphalt complex. Maar die was er blijkbaar toevallig. En die kende dat wel. Die zei in tegen mij, ik heb, ik heb wel meer van dit soort dingen meegemaakt. Die heeft er wat, eh, toen, eigenlijk die begindagen was, was eigenlijk Gijs was daar zeg maar de deurman. Uh, maar goed, ja, dat was, het, het blijft, ik vond het, ik vind het eeuwig zonde, kijk, ik uh, nieuwe communicatie heeft ook zijn charme, hè, op zijn eigen manier ja, ja. en en uh, door uh, uh, ge gerund door uh, Bob McLaren, maar ja, ik vond dat oude, dat was toch net even, dat was het wel, met dat balkonnetje, ja. de muur van mensen op dat op dat Leidseplein bijna, dat was toch van de plek, hè, oh, natuurlijk, ik mis dat wel af en toe, ja. Dat, nou ja, vooral de hoe hoe direct het is en hoe letterlijk in your face. Ja. Ja. Er is geen andere plek. staan Staat ja, wel ook zo leuk. dicht. Ook heel leuk. Maar ja. Dat, dat, ja. daar merk je aan alles, daar zit wat meer klasse iets en uh, <laughs> beschaving Ja, Dus iets meer volkskrant <laughs> of iets ertussenin. Wat is het? Uh, NRC Next, of zo? Ja, in plaats ja, van, ja, de, ja, ja. van de telegraaf. Ja, dat was echt was ook plat publiek. Ja, sommigen kwamen ook echt om te zuipen en te lachen. Maar het is ook wel weer goed. In Nizie mooi dan wel. Er hebben veel jongens gestaan. Hè? Ik bedoel, Gavier Guusman is daar begonnen. Ja, Alex Ploeg, jij. Iedereen heeft daar wel gestaan, ook absoluut. Het hoort wel bij bij het ontwikkelen van die ervaring of zo, ook dat soort plekken te kunnen pakken. Nou ja, en en vooral ook daar aan de zijkant bij de bar staan. Ja, zeker als beginner en dan zie je gewoon allemaal ervaren comedians. Ja, die het opnemen tegen vier vrijgezellig feesten. Ja, je en dan en dan wel denken: oké, nou ja. Daar gaat ja, hij. <laughs> ja, we gaan het maar doen. Ik, ik, ik kende ook nog een Belgische uh, cabaretier die gestopt is inmiddels. En uh, is een vriend van mij van de toneelschool. Die kende ik al van de toneelschool. En die, en die vertelde wel eens dat hij altijd voordat hij op moest, moest hij altijd standaard overgeven. Dus toen kwam ik toen een keer tegen en stond hij daar te kotsen op de wc. Ik dacht toch, als, als, als ik zei bij mezelf: Als ik dat ooit heb, dan stop ik hem. Ik ga nooit in mijn leven <laughs> iets doen. Dat ik eerst moet kotsen om het te kunnen doen. Dat is toch absurd? Ik vind dat absurd. Ja, en toch, hij, hij is niet de enige. Maar hij is er ook mee gestopt uiteindelijk. Nee, maar ik bedoel, ik vind dat, ken je meer mensen die dat ook hebben? Die echt moeten letterlijk fysiek gewoon onwel ja. worden ja. eigenlijk. Uh, uh, Pieter Bouwman, de regisseur, net die, overleden. Die net overleden, uh, het is ja. op jeetje. zijn uitvaart ook nog uh, benoemd. Ja. Uh, hij heeft het volgens mij zelf ook hier in de podcast verteld. Die ja. nam zelfs toen hij bij Comedy Train speelde begin jaren negentig. Had hij zijn eigen emmertje mee naar optredens? Zijn eigen kotsemmertje. Ja. Uh, ja. Uh, ik, ik weet volgens mij dat Claudia de Breij ook wel vertelde... dat hij, zeker in het begin van de carrière... ook nog wel eens uh, van de spanning... Jochem Meijer, die vertelde zelfs een paar jaar terug nog... na een try-out nog zo vol zenuwen... dat hij tegen degene die reed moest zeggen... Okay, stop maar, ik, ik moet nu de auto uit. Ik moet over mijn nek. Ja, ik heb, ik, heb, ik heb dat nooit zo gehad. Ik ben, wel, ik ben ook wel nerveus. Zeker als ik ga try-outen. Dat zul je ook hebben als je een nieuw programma doet. Hoe ja. oh, gaan ze het leuk vinden? Is het, uh, wat ga ik überhaupt doen? Maar inmiddels heb ik wel zo'n. Zo uh, hoe zeg je dat? Uh, Zo'n dikke huid. Of als het een avond niet zo goed gaat, is het ook niet zo erg. Als het een avond heel goed gaat, ben ik ook niet super blij. Ik, je weet langzaam een soort gemiddelde lijn te houden. Ik weet ondertussen ja. hoe dit gaat. Een nieuwe show maken begint met langs de afgronden... van mijn eigen onzekerheid lopen. Met, met, heel, met helemaal niks, bijna niks. Misschien eens wat klein. een goudklompje vinden. Oeh, we hebben al één goudklompje, daar kunnen we op verder werken. Dat ene goudklompje... En zo, en zo gaandeweg weet, je, weet ik van... Dat ik er echt niet s'nachts van wakker hoef te gaan liggen. In het begin deed ik dat wel. Toen ik mijn eerste programma moest maken, dacht je: maar ik heb nog een half uur. Hoe moet ik nog een anderhalf uur? Hoe moet dat nou? Weet je? Dat, dat, kan, dat kan toch niet? Ja, ik kan dat misschien een beetje uitbreiden. Nou, en van, vanuit die wanhoop en het moet, deadlines. Hè, je moet dan, uh, dan halen, halfavondvullend, moet je een dubbel spelen met die en die. Komen er dingen. Maar ik ben nooit zo ver geweest dat ik dacht van, uh, dat ik moest kotsen of zo. En ik, ik heb me wel echt voorgenomen. als ik dat, <laughs> mij dit ooit... Ik ga nooit iets in mijn leven doen waarvan ik... Dan, dan, is het, dan zegt jouw lichaam, je moet dit niet doen. Ja, Wist Dat vind ik dan. Hè? Kijk, Jochem Meijer, alle respect voor hem. Carré, uh, hoeveel avonden vol? Twintig avonden of zo. Dus, hé... Hey, per, per tour. Per tour. <laughs> per tour, hè. Ja, ongelooflijk, man. Wat een succes. En, en, uh, ja, Dus misschien, misschien als je nou gekotst hebt en je daarna speel je in een vol carré... Dan denk je, dat is het wel waard. Maar... Ja, ik vind dat toch wel als in ook die documentaire van hem, heb je die gezien? Dat ja, kans, ja. hoe, je, hoe je hem dan zo helemaal leeg ziet gaan. Weet je wel. Dat je echt denkt van. Ja, ik weet het. Ik heb dat gevoel af en toe ook wel. Ik sta natuurlijk niet in carré, maar ik sta tegenwoordig wel voor vollere zalen, grotere zalen. En. Um, ik, ik merk, dan merk ik wel, dat is dat gevoel, ja, dat is, toch ja. Ook, wel, dat is ook wel een soort leegzuigen of zo, dat je zoveel geeft, yeah, yeah. dat je ja, daarna dat heel eenzaam doen. en alleen voelt en bijna huilerig of zo. Ik doe maar ik speel dan maar twee, drie avonden per week en dan valt het allemaal wel mee. Maar als je onder die druk van Jochem staat, hè, met weer zo'n vol carré. Ja. en als je hem dan naar de hand ziet, dan denk je wel van, het is toch ook ongezond ergens, hè, eigenlijk of zo. Nou ja, het is, het is een heel raar beroep dat sowieso. Ja. Ja, maar gewoon qua energie van, van wat het je nou oplevert en wat het je nou kost of zo. Kijk, Jochem heeft natuurlijk alles bereikt wat hij... Hè, dat is fantastisch, mm -hmm. toch? Weet je wel? Dat carré en het succes, ook terecht. Hele aardige jongen, echt, als ik hem het wel eens ja. tegenkom, super, super vriendelijk. Um, maar ik denk wel van, god, dat moet toch wel een wissel op je trekken, hè? zozeer. Zo, dat, dat... Natuurlijk kan hij misschien wel echt plannen, bijna als een soort sporter. Die zegt van, oh, uh, we doen we even carré? Dat is een soort Olympische Spelen. Dan leeft hij daar waarschijnlijk echt naartoe, fysiek ook. Goed eten, ik weet het niet. En dan even doorzetten, even pijn hebben en daarna. Maar ik vind, ik, om dat te zien vind ik het wel pijnlijk. Dat ik echt denk van. ja, ik, als bij mezelf hou ik die balans wel in de gaten. Kijk, ik ben natuurlijk niet zo succesvol als hij. Dus misschien ervaar je dan niet dat leeggetrokken worden. Maar ik, ik, ik stop er wel mee als ik echt denk van ik. Uh... Ja, ik haal er niet het vreugde meer uit of zo, weet je wel? Of, of het, het, ik word echt uh, naar naar mijn kinderen drie dagen lang... als ik <laughs> moet spelen, omdat ik zo moe ben, ja weet je wel? Of, of uh, ja... Ik heb dan ja, ik heb er wel zoiets, het moet wel leuk blijven of zo. Het is, dat, uh... dat sowieso. Maar heb je dan ook niet dat heb ik, als ik naar mezelf kijk, wel dat je, ondanks alle jaren ervaring die je hebt, en dat je weet, ik ben op dit punt in mijn carrière, dus ik doe echt wel iets goed. Ja. En dat je dan toch gewoon één avond waarop het gewoon niet loopt. En dat je op basis van die ene avond dan toch denk ik, oh, zie je wel, iedereen heeft het al gewoon. <laughs> iedereen heeft het al 15 <laughs> jaar. Me eindelijk mis, door. Wel, ik kan helemaal niks. Ja. Ik kan het eigenlijk helemaal niet. <laughs> nou, dat, nou dat, dat doet wel iets met je ja. En ook op dat vlak. Je gaat dan wel. Kijk, bij zo'n bedrijfsoptreden denk je dan nog van, ja, de omstandigheden waren super slecht. Uh, weet je wel, ja, het is dan niet ik, mijn publiek. Dan kan je nog recht praten. Kunnen recht praten. Maar bij mijn voorstelling, als, als ik echt denk, nou, ik heb, anderhalf, ik heb een jaar aan een programma gewerkt en ik speel dat. De mensen zijn echt van mij gekomen. En um, maar ik heb dat soort avonden gewoon niet meer. Want, dus je, 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 hebt, je hebt altijd een 6,5. En, ja. en, en, en liever een 9. En meestal iets ertussenin. Je, je hebt zoveel skills inmiddels dat je, dat je altijd die 6,5 wel haalt. Maar dat voelt dan ook als een 4, hoor. Vroeger zou dat dan <laughs> een 4 zijn geweest. Maar um, ja, je, je moet, je moet, ja, ik vind dat zei ik al eerder. Je moet denk ik niet te blij zijn als het heel goed gaat. Je moet ook niet te verdrietig zijn als het niet is. Je moet denk ik proberen, als het je vak is... en je moet het vaker, dan moet je een soort constante lijn... Ik, ik, ik zeg voor mezelf ook altijd dat mijn carrière dan, voor zover die er is, nou die is er wel een beetje nu inmiddels. Je hebt een maar een hele mooie carrière. Nee, die is er wel. Maar ik ben echt een dieseltrein. Dus, dus ik, toen ik begon, had je allemaal mensen die schoten mij allemaal voorbij. Martijn Koning, pss, weet je wel. Nou, Martijn is, is een goed voorbeeld van iemand die het ontzettend goed doet. Natuurlijk, ja. hè? Die vind ik ook echt heel goed. Um, maar bijvoorbeeld Jasper van Kuik schoot mij voorbij, is al gestopt. Uh, er zijn een heleboel namen. We hadden toen de jeugd van tegenwoordig. Stond ik toen in. in hoe heette ze? Uh, ter bescherming van de jeugd, ken je die nog die twee Belgen? Ga ik donderdag, uh, zondag mee opnemen. Ga je er mee opnemen? Wat leuk. Oh, dus is de groeten van mij, ja. Van Max. Ja, ja, dat is leuk man. Maar die jongens waren toen, dat uh, dat. Da maar die een... gingen hard. Ja. Die gingen hard. Ik stond toen ook in het Eindhovense uh, ik. Uh, nee, daar haalde ik niet. Da, daar wonnen zij een prijs in het Eindhoven Kleinkunstfestival. Zal ik wel weer in de finale. Dat was nog voordat Camus Kleinkunst. En zij, uh, zij wonnen toen. ter bescherming van de jeugd, heel grappig duo eigenlijk wel. En uh, maar die gingen ook zo, die zijn daarna ook gestopt. En, en ik ga nog altijd zo. En ik heb veel mensen zien komen en zien gaan, zeg maar. Weet je wel? En nog steeds is dus mijn dieseltreintje rijdt zo'n heel en, langzaam. En, en hoe, hoe, hoe was het om dan elke keer weer iemand zo links voorbij te zien komen? Nou ja, Want ik heb dat ook meegemaakt. En iedereen maakt nou, dat mee, gelukkig. Ja, ja, dan moet je met jezelf onderhandelen. Dan moet je met jezelf gaan praten. Dan moet je denken, ja, Max. Jij wil dat ook, hè? Jij wil ook zo, uh, als een komeet in één keer ontdekt worden. Jij wil ook in één keer in al die tv-programma's zitten. Jij wil ook in één keer. Maar ja, het gebeurt gewoon niet. Concentreer je. Ja, Jochem Meijer heeft ooit heeft Meijer tegen mij gezegd: dat was ook, Ik heb ooit ook een keer het Leids Cabaret Festival meegedaan. En uh, dat was ook geen succes. Was, uh, ja, wanneer was dat? Dat was voor cabaretten trouwens. Daarna ben ik camaret. Dat was wel een succes, maar dat niet. En toen zat Onno mee, en hij zaten op de eerste rij. Die Onno Innemen zat ook echt zo. La, laatst heb ik bij Onno gespeeld. Een hele aardige kerel in, in Leiden. Hele super aardige vent hoor. Maar ik heb hem jarenlang wel gehaat daarvoor. Omdat hij was. Onno was toen best wel populair. Met Jochem zat hij daar. Ik kwam daar. En dan zit Jochem. Weet je, je wil, niet, je wil niet dat Jochem Meijer op de eerste rij zit als jij nee. aan een festival meegede. Nee. Toen nee. heb ik ooit ook eens in de open bak. ...gestaan. Toen bleek dat Hans Theo in de zaal zat... ...omdat zijn technicus ging optreden. Hij had een technicus waar hij jaren mee toerde. Die wilde er dan ook wel eens van. Dus dat Hans Theo in de zaal. En dan denk je, verdomme, weet je wel. Ja, dan kom ik hier met allemaal prutmateriaal. Was het ja, bij zo'n ja, ja. Zo open bak. Oh, ja. Want, he, daar is het voor bedoeld, om echt te twijfelen. Maar dan zit Hans Theo in de zaal. Dus dan ga je oh, daar nou ook weer... Uh... Maar goed... Uh... Nou, ja, toen, toen zat Jochem... Ik raak je altijd de draad kwijt? Sorry, we, we, we kwamen over links ingehaald voor ja, met jezelf aan handelen. Worden. Ja, en toen, nee, toen kwam het de bescherming van de jeugd, en die zijn ook weer gestopt. Daar, daar kwam ik ja. eigenlijk op het Leidschapper-Ref Festival, Jochemijnen. Maar Joche Meijer zei ooit tegen mij: to, toen het zo slecht ging op het leidschapper Festival, toen zei hij: van, uh, Vertrouw op je eigen materiaal. Weet je wel, blijf gewoon je eigen ding doen. Vertrouw op je eigen materiaal. Dat is eigenlijk het enige wat hij zei. En toen, dat nam, neem je dan toch wel mee als zo iemand dat tegen je zegt. Hè? Dan denk je toch van: uh, Had ik toen op het Hans Theo, daarna heb ik het Hans Theo in de bar gezeten. En, ja, jij bent ook zo'n ADHD als ik op het podium hè? en uh, raakten we zo aan de praten. Ik wil me helemaal niet met Hans vergelijken. En uh, wat super, heel aardig. Ik heb vorig jaar een serie met hem opgenomen. Toen oh, was ik goed. dus iedere dag met hem op de set. Uh, Jackson de Malone, een video van Videoland. Is zo'n soort uh, serie die hij heeft gemaakt samen met uh, uh, Max Porcelein van Plan C. Volgens mij heb ik er beelden van voorbij. Ja. Dan ziet hij eruit echt gewoon als een boekhouder. Een snor. Ja, en, uh, ja, kort haar. En ja. hij speelde ook heel serieus. Um, en uh, toen heb ik hem een ook een beetje met hem gekletst. Echt een hele aardige vent ook hoor. Hij vertelde ook hoe dat van hem dan was toen hij doorbrak in 1994. En uh, dan weet ik nog, toen ging je kijken naar Hans Theeuwen in Eindhoven. Ik, ik weet het Eindhoven. exact waar ik zat in de kleine Ja, komedi. Ik ook, ja, ik zat in de Globezaal in Eindhoven. Van die bestaat u niet meer. En, uh, maar hij zei ook, Er hing van mij heel veel van af toen. Hij zei uh, uh, ook in die open bakken waar hij dan ook stond, waar ik dan ook, waar we het over hadden. De open bakken in Amsterdam is ook zo'n begrip natuurlijk. Ja. Uh, en, en dat, zo is hij natuurlijk ook wel. Hè? Hij is natuurlijk wel iemand. Bij hem was het ook uh, alles of niks. Hoe hij speelt, is ook alles ja, of niks. Hè? Ja. Het is alles of niks. En wij, wij doen vaak, allemaal, zitten we er toch een beetje ertussenin. Als ik zeg, ik, ik ben niet alles of niks in wat ik zeg of wat ik doe. Ik zit ook niet zo in mijn karakter, moet ik in je karakter zitten. Dus, dus als ik dan. Het is niet dat ik iets presenteer waarvan mensen echt. Nou, nou ga ik. Dit, dit kan je echt niet maken op het podium. Dat, ik dat ze boos weglopen, zoals misschien bij Stefano Keizer zou kunnen. Nou, dan kun je van zeggen: ja, maar dit is toch geen theater? En dan word je boos. Uh, en dan uh, zijn weg. mensen weggelopen, ja. ja, zeker. Of het begint bij Hans Steeuwen. <laughs> dat is toch niet normaal? Die staat te schelden daar. Wat die allemaal. Is over seks. <laughs> en en dat kan het niet, weet je wel. Au papa. En zo. Wat is dat nou allemaal? <laughs> zoals van daarvoor, hè? Oh, ja, ja, ja. Thero -Smeek, Thero -Smeek, maar... maar, maar. Ik, heb, ik, ik vul dat nummer als koffer met mijn bandje. Au, au, papa. Ja, dat is zo goed, man. Ja, maar weet je, dat, dat, ja, maar dat is echt een markering van een nieuw begin, hè? Dat ja. is echt... Toen begonnen we de jaren negentig eigenlijk, een beetje. Zo qua, qua, qua hoe, we, ja, hoe we over dingen dachten. Dat het ook grof mocht zijn weer en zo. Dat, ja, daarvoor was cabaret natuurlijk toch... Was nog, uh, van, van Wim Sonneveld en Wim Kan, nou, Freek de Jonge, Joep van het Hek... En, en, en in één keer kwam dat zo, met gestrekt nou ja, bij in, erin. In de jaren tachtig juist weer eigenlijk heel frivol met Vinkers en Kaandorp ja, en dingen. Ja, weer vrolijk, purper en dat ja. soort dingen. Weet je en toen in één keer kwam Hans Theo, Theo Maassen. Dat, ja, oh man, wat ja. is dat toch mooi, hè? Gestrekt weer erin. Wat ik, wat ik wel, uh, want daar komt het volgens mij wel weer mooi rond. Als je zegt over vertrouwen in je eigen materiaal en, en een carrière ja. als een dieseltrein. Ja. Want helemaal in het begin zei je, oh, maar ik, ik ben wel altijd heel goed geweest in... Uh, uh, luisteren wat mensen leuk vinden of ja. dingen nadoen. Ja. Dat is natuurlijk nu wat je doet met... Uh, met de imitaties, BBV-liefde-imitaties Be, ja. en dat soort dingen. Maar dat gaat als een malle en zorgt volgens mij ook wel dat je, ja. dat je zalen nu uh, ook weer heel erg vol zitten. Ja. Nou ja, dat, dat leren is één ding. Dat leren is gewoon dat je... Dat heb ik misschien op de toneelschool geleerd Dat je wel... Ik neem ook altijd vaak optredens op en dan ga je terugkijken. En je gaat toch met mensen met andere comedies. Wordt dat ooit iets? makkelijker? Uh, ja, dat wordt tegenwoordig wel, gek genoeg. Vroeger vond ik dat heel ongemakkelijk. Maar tegenwoordig kijk ik toch wel dan moet ik af en toe lachen zelf. Dan denk ik van, oh, dat vind ik was ik wel ik leuk, denk ik dan. Het <laughs> is toch een goede show, denk ik dan, soms. Is het is gewoon een fucking goede show. In één keer is hij er weer. Nee, maar, maar leren, dus, dus echt wel. Het is echt een. Uh, ja, en dat zullen veel meer mensen gewoon hebben. Het is echt een ambacht. Hè? Mm. En comedy stukjes zijn kleine diamantjes. Die moet je polijsten. Hè? En die moet je één voor één heel voorzichtig behandelen. Zeg maar. Het begint als iets heel ruws. Je, denkt misschien, en je haalt de stof eraf. Nee, misschien toch wel leuk. Je slijpt het bij. Avond na avond. Luisteren naar hoe het publiek... Ja, wat, hoe ze reageren. Het hoeft ook niet altijd lachen te zijn. Het kan ook vervreemdend zijn. Of ontroerend. Ja. Mag ook. Als jij een persoonlijk verhaal hebt. Uh, en je vertelt dat. En mensen vinden dat prachtig. Ik weet niet of je het op een comedy podium doet. Maar doe je het op een cabaret... Dan is dat een heel mooie uitgangspunt. Kan je een juryprijs voor cabaretten winnen? Ja, kun je gewoon, ja, kan. En, en, en aan de hand verzin je er wel wat grapjes erbij. Die komen dan later dan. Is ja. Het is gewoon een heel indrukwekkend persoonlijk verhaal waar mensen zich heel erg uh, aan kunnen spiegelen. Maar, uh, maar imiteren, ja, nee. Kijk, ik, ik, ik luisterde vroeger in de klas ook altijd niet zozeer naar alleen wat de leraar zei, maar hoe die het zei. Dus of die een slis had, of die een bepaalde blik had. En op de een of andere manier kon ik dat heel goed kopiëren. En in de pauze deed ik dat daarna voor vriendjes. En die lachten dan. Weet je wel? dan wist ik al, hé, hey, dat kan ik. Ja. Of dan deed ik André van Duin na. Nou, weet je op, op het schoolfeest moest ik altijd... De, het liedje wat dan net van André van Duin, in mijn jeugd was... Uh, begin jaren tachtig was dat dan, was André van Duin heel groot. En je had dan altijd weer een of ander liedje. En dan moest ik dat dan playbacken. <laughs> en dan kon ik dan ook feilloos. Joep van het Hek bijvoorbeeld, zijn doorbraakshow was Man Vermist. Dat was een heel mooi verhaal over een man die verzuipte de grote stad, zeg maar. Een jongen die daar is. En uiteindelijk, zo'n zolderkamer had hij dan ook als decor. Dat was zijn doorbraakshow. Echt een... Hele mooie theatrale show was dat. Met heel veel ook lenen, lenen, betalen, betalen zat erin. Had ja. een paar van die hitjes zaten er ook in. En uh, op het laatst brak er dan ook een buurman door de muur iedere avond. Die kwam hem redden, hem dan. En hij wilde eigenlijk zelfmoord plegen. Dat was, dat was echt zo'n heel theatraal verhaal. Een hele mooie show ja. van hem. En die kende ik letterlijk helemaal uit mijn kop. Van voor tot achter. Dat heb ik ooit eens tegen Joep verteld. Toen stond ik op de toneelschool zat, ik toen nog. En toen zaten we in het café. Uh, zaten we dan altijd te zuipen. De tribunaal, net naast. Uh, uh, Net naast uh, het, het, het heel bekend café, naast de school daar. En toen stond ik op het toilet en ik stond zo naar die man naast me te kijken. En ik dacht, dat is op van Hek. Zit op van Hek naast mij te En hij stond zo, en zit je lekker in het café te lullen? Zei hij zo. En ik raakte gewoon met hem aan de praat. Super aardig, en ik een drankje met hem gaan doen. En deed ik zelf nog helemaal niks met cabaret. En toen vertelde ik hem van dat ik, dat ik die showman van Vermist zo mooi vond. En dat ik hem... Gewoon Helemaal uit mijn hoofd kende als 11 of 12 jaar en dan vond hij zo mooi. En Zei, hij, nou weet je wat? Als jij mijn adres geeft, had hij, hij had net gespeeld in het theater aan het Vrijthof daar, dus hij ja. was daar gewoon een aantal avonden. Dus hij, he, ook een café-liefhebber, zei: hij, Als je me als je mijn adres geeft, dan stuur ik hem op. Ik dacht, hoor ik nooit meer iets van, maar inderdaad, een week later viel een videoband toen nog op van Man vermist op wat de goed. drempel. dat vond ik he? echt heel mooi, dus dat is, uh... maar ik heb ik heb hem wel altijd ook tot dat soort cabaret wel aangetrokken gevoeld. Dus tot het meer theatralere cabaret ik probeer wel. Daarom is comedy voor mij soms ook lastig, omdat ik echt wel theaterman ben. Dus in, in, ik wil heel dat podium gebruiken. En ik wil meer een verhaal vertellen waar grappen in zitten of imitaties, dan dat ik per se zomaar losse stukjes ja, heb, ja. weet je wel? Dat, die heb ik ook wel. Die zitten er ook in en die ontstaan op een gegeven moment. Ook die kan ik ook weer uithalen. Dan die kan ik dan wel op de comedy. Maar ja, maar ja, die imitaties, nee, dat, dat is wel een dingetje. Ja, dat vind ik leuk om te doen. En het gekke is dat nu uh, uh, bijna alle zalen zijn uitverkocht. We spelen ook in iets grotere zalen, echt in middenzalen tot grote zalen. Um, door die imitaties van BB Vol Liefde, notabene. Het programma wat ik hier op de bank altijd zit te kijken <laughs> met mijn vrouw. En, tw en twee, twee zomers geleden, uh, vorige zomer, zei ik toen: zei mijn vrouw, ja, je zit altijd die mensen na te doen op de bank. Hè? Al die deelnemers en ze zijn vaak wel uitgesproken ja, accenten. Ze hebben accenten ja, allemaal over goede zijn. karakters. Ze ja. hele ja. goede paradijsvolgens karakters. Dus toen ben, die, uh, toen ben ik die na gaan doen. En ik dacht ik, ik zal er zo eens een posten. En die ging meteen viral echt op Instagram. En nou. Daar dacht doe ik er nog een, ik heb vakantie, niks te doen. Voep, die ging ook, Voep, nou, dan ga ik ze allemaal doen ook. En toen in één keer is mijn Instagram helemaal ontploft. Um, nou ja, echt heel boulevards had ik in één keer in mijn theater. Toen was een één klap uitverkocht. Binnen een week was hij zo, wat zijn al die kaarten? Het was wel een, een try-out tour van iets van 15 keer, kleine zalen. Ja, maar toch. Maar ik dacht van, nou dit is ja? fantastisch. Nou ja, dus dan, dus dan ontdek je iets. en, en uh, maar ja, Toen ging ik dan uh, het podium op. Uh, en uh, heb je, had je het ja, nog ja. Niet? Toen ging ik het podium op. Dacht Toen ja, kwamen er dus allemaal mensen ook van B&B. dus dan moet ik daar ook iets mee. Dus nu doe ik in mijn show wel altijd ook wel, doe ik ook wel een stukje imitaties. Ik heb zelfs een verhaal erin verwerkt. Eigenlijk gaat het verhaal van mijn show is... wat dat Instagram succes met mij gedaan heeft, zeg maar. En hoe ik veel te veel op mijn telefoon zit daardoor. En af en toe dat ik daar echt mee struggle eigenlijk... met wat er allemaal bij komt kijken, zeg maar. En ook over het imiteren zelf. Dus ik heb zelfs het thema een beetje van een show gemaakt. Tijd van Max van waar is nog tijd voor mezelf als ik alleen maar met die filmpjes bezig ja, ben. Ja, oh, wat grappig. Wat ik bedoel. Dus, dus ja. wat wordt er van je gevraagd en wat wil je zelf doen? En dat is eigenlijk een beetje het thema van de show geworden. Dat is ook slim, want dan weef ik dat ook erin. Dan kan ik het niet alleen doen, maar het ook erover hebben. Dus geeft het me ook nog extra iets om over te praten, zeg maar. Heel mezelf. grappig dat het thema dus nu is met, met wat vraagt het van je en wat wil je echt ja, doen. Ja, waar je ja. in het begin van je carrière dus gewoon wat, wat simpele dingetjes doet. Oké, okay, een frans bouwen dit en nu filmers een verhaal vertelt. Ja, wat, vanuit ja. jezelf. Wat? Ja, nee, absoluut. Als ik nu, nu terugdenk aan, uh, aan, aan zo'n 2003 dan, dat, dat podium in Utrecht, dan denk ik van: ik stond daar dan laatst weer en ik try out daar nog altijd. En dan denk je: God, daar sta ik dan weer. En dan moet ik altijd aan dat moment terugdenken. Van, van dat ik echt niet wist. Maar ja, dan denk ik, ja, alles, weet je, ik heb alles nodig gehad. Al die struikelpartijen, mm. al die valpartijen, al die slechte avonden, al die twijfel om langzaam te weten. Hé, hey, maar als ik. Zo werkt het dus. Dit moet ik uit mijn eigen leven zeven eigenlijk. Hè? Ja. Dan moet ik zo'n manier aan werken. Dan moet ik gewoon allemaal opschrijven in mijn notities. En dan ga ik dan op zo'n manier aan werken. Dan ga ik dat zo try-outen. En dat is helemaal niet erg als het niet goed gaat. Om dan uiteindelijk gewoon nu toch iedere twee jaar weer een show uit te poepen. Waarvan ik denk, wauw. Wat, wat, wat. Ja, ik vind het hele leuke shows. En mensen vinden het ook fantastisch. En iedere keer vind ik het weer een wonder dat hij er weer is. Want dan, soms begin je dan aan zo'n programma en dan wil je eigenlijk, waarom heb ik hem niet al? Waarom weet ik het niet al? Ja. Want ik ga het verzinnen, maar waarom weet ik het niet al? Zeg, dan hoef ik nu niet, te, weet je wel? Maar je moet dat dan, al oh, die struikel en al die mislukte acts die je doet, dat hele verhaal, die 20 minuten over fatbikes, wat, wat dan na één minuut denkt, het werkt niet, het werkt niet, weet je wel? Op zo'n avond, en je denkt, fuck, ik heb nog 20 minuten hier, ik heb een hele act over, fat, weet je wel? Maar je haalt er toch één dingetje uit, denk maar dat was wel leuk. Weet ja. wel? En dan neem je weer mee, en, en dan neem je dat weer mee, en dat goede plak je aan elkaar, en dan denk ontstaat er, hey, hé, maar dan kan ik ook. Daarover hebben. Hé, hey, nu heb ik een een stuk van 10 minuten wat er leuk is van een nieuwe show. Nou ja, en zo moet je iedere keer langs die, ja, ik zei het al, de randen van je eigen onzekerheid, zo voelt het dan, hè? Mo moet je lopen om dat toch weer te maken of zo. Maar is ook weer, als het er dan weer is, is het ook. Is het toch waanzinnig dat mensen gewoon anderhalf uur lang naar mij komen of naar jou en naar, naar onze gedachten, naar wat wij. Dat vergeet ik wel eens, hè? Dat, 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 dat dat zo bijzonder moet zijn. Want ik, hoeveel mensen hebben hier gewoon een kantoorbaan? En uh, ja, er wordt nooit naar ze geluisterd, behalve in een vergadering. Dat is ook, en ook dan wordt er niet echt goed naar ze geluisterd. Nee, dan wordt er ook niet naar ze geluisterd. Zelfs dan als we een saai plan moeten presenteren. Nee, maar ik bedoel, ik, ik heb wel eens de neiging om dat te vergeten. Om ja. dan, nu ik al zoveel jaar podium staan, denk ik: Oh, ik moet weer naar naartoe. Weet je, ik heb zo geen zin in Er zitten, zitten maar, zitten maar 250 man. Weet je, wel? tegenwoordig, denk ik dan: ik 250 man, dat is hartstikke mooi, man. Ja? Hartstikke, daar moet je blij mee zijn. En uh, dus al die adviezen van die man die toen de eerste keer tegen me zei: Je begin, je opkomst was wel goed. Tot wat Jochem heeft gezegd, tot wat ook Hans Theoen soms heeft gezegd. En het is wel, zijn wel dingen die je toch allemaal, als het goed is, neem je dat allemaal mee en dan maak je een betere beter artiest. Amen. Top, dankjewel. Alsjeblieft. Dat was hem, de Elektra-podcast met Max van den Burg. Wil je meer weten? Check de omschrijving van de video hieronder voor handige links en info. Ben je benieuwd waar en wanneer je mij, Wouter Monde, live kan zien? Ga dan snel naar woutermonde.nl. Daar vind je mijn speellijst en daar kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat je niks mist. En help Elektra groeien alsjeblieft. Geef deze video een like of laat een leuke comment achter. Zo zien meer mensen deze content dankzij YouTube. Abonneren is helemaal gratis en daar doe je jezelf een groot plezier mee. Klik dan ook even op die bel, want dan krijg je direct een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. En wil je deze podcast financieel ondersteunen, dat zou fantastisch zijn? Bezoek electrapodcast.nl en doe een donatie, groot of klein. Alles is welkom en heel erg gewaardeerd. Oké, okay, tot de volgende Electra. Hoi!